Mijn naam is Remco Meijer en samen met Martin Sommer, zo dadelijk ook hier op het podium, gids ik u door deze middag. U weet het wellicht, de Volkskrant is 6 dagen per week de papieren krant voor 7 uur 's ochtends op uw deurmat bezorgd. 24 uur per etmaal is er volkskrant.nl met het laatste nieuws. En eenmaal per maand organiseren we hier in de Rode Hoed een openbaar debat of interview, vandaag dus ook op Palmzondag. Dit seizoen hebben we hier onder andere al staatssecretaris Fred Teven te gast gehad om te debatteren over zijn asielbeleid. We hadden minister Ronald Plasterk om te spreken over de strubbelingen binnen het Koninkrijk. En vandaag blikken we vooruit op de verkiezingen voor het Europees Parlement volgende maand op 22 en 25 mei. En dat doen we in een bijzondere setting. We hebben gemeend dat het goed zou zijn over de grens te kijken. Het zijn immers Europese verkiezingen. En de blik niet alleen op Nederland, maar ook op België te richten. Al was het alleen maar omdat in België op 25 mei niet alleen Europese verkiezingen, maar ook de federale en Vlaamse verkiezingen worden gehouden. Misschien ook een goed idee voor Nederland trouwens om het opkomstpercentage wat op te krikken, maar dit terzijde. België is een Europees laboratorium en bij de verkiezingen in België lijkt de Nieuw Vlaamse Alliantie van Bart De Wever de grootste partij te worden. Niet alleen daarom, maar ook omdat buitenlandse interviews met hem zeldzaam zijn, zijn we zeer vereerd dat Bart De Wever vanmiddag onze gast wil zijn. Alvast graag uw applaus. Wie is deze uitdager van het politieke establishment? Wie is de man die nationalisme als een positieve kracht ziet, terwijl we elders in Europa toch ook de ondermijnende effecten ervan zien? En natuurlijk komt de hamvraag aan de orde. Hebben we vanmiddag de aanstaande premier van België in ons midden? We gaan het allemaal vragen en we doen het als volgt. Zo dadelijk komt Bart De Wever hier op het podium met onze tweede gast Dirk-Jan Epping. Hij is tweewekelijks Volkskrant-columnist en als Neder-Belg een groot kenner van de Belgische verhoudingen. De voorbije 5 jaar zat Dirk-Jan bovendien in het Europees Parlement voor lijst De Dekker. Kort gezegd een VVD-achtige afsplitsing van de meer D66 gelijkende VLD. Hij is nu lijstduwer voor de Nederlandse VVD. En naar verwachting trekt Dirk-Jan na de verkiezingen naar een New Yorkse denktank. Met dus een nationalist en een internationalist aan tafel, deze kwalificaties zullen vast nog bestreden worden, praten we eerst over Nederland, België en Europa, waarbij ongetwijfeld ook het thema van de transfereconomie, van de overheveling van geld van noord naar zuid ter sprake komt. Zoals in België de welvaartskloof tussen Vlaanderen en Wallonië politieke spanning geeft, is de afgelopen jaren hetzelfde gebeurd in Europa. Waarom moet het rijke noorden betalen voor het armlastige zuiden? En hoe lang valt deze constructie nog vol te houden? Dat is de reden om vanmiddag ook 2 top-economen in ons midden te hebben. We zijn blij met de komst van Barbara Baarsma, al eerder te gast bij de Volkskrant op zondag. Ze is bijzonder hoogleraar marktwerking hier aan de Universiteit van Amsterdam en directeur van de Stichting voor Economisch Onderzoek. Daarnaast verwelkomen we Arnoud Boot, hoogleraar financiële markten, ook hier aan de UvA. En van beide horen we graag hoe we de toekomst van Europa moeten inschatten. Is het een houdbare constructie? Betalen we over 5 jaar ook nog met de euro? Kan Europa zich in België naar het model van Bart De Wever permitteren? Een stemadvies komt er niet vanmiddag. Althans, niet van ons. Wij denken dat u mans genoeg bent om uw eigen keuze te maken. Bovendien kunt u na 5 zelf vragen aan het panel stellen. En dan hebben we bovendien voor u als afsluiting tegen 6:30 nog een column van oud-VVD-leider en voormalig eurocommissaris Frits Bolkestein. Als het goed is, bent u dan helemaal bijgepraat. En de rest leest u de komende tijd gewoon weer in de krant. En na afloop is er uiteraard een informele nazit en de bar is dan weer open. Maar nu eerst vragen Martin Sommer en ik hier op het podium te komen. Dirk-Jan Epping en Bart De Wever, graag uw applaus voor onze gasten.
Hartelijk welkom, meneer Bolkestein. Goedemiddag. Oh, kijk eens aan. Just in time. Hè? Ja. Hartelijk welkom hier, hier op het podium. Zoals we wel vaker doen om even hier te wennen en het stemgeluid in de microfoon op orde te krijgen, vragen we of leggen we voor een paar eenvoudige dilemma's. En een zeer kort antwoord. Eerst meneer De Wever krijgt drie dilemma's waar hij op moet antwoorden. Brussel of Antwerpen? Antwerpen in alle geval. Ik ben daar burgemeester. Ik kan echt niks anders antwoorden dan. Tweede dilemma. Een patatje oorlog. Weet u wat dat is? Geen flauw idee. Dat kun je hier in Nederland aanschaffen. Dan krijg je patat met uien, satésaus en als ik het goed heb ook nog mayonaise. Gruwelijk. Maar ik heb het dilemma nog niet voorgelegd. Gruwelijk, ja. Wilt u de tweede helft nog horen of niet? Graag. Een patatje oorlog of een groene salade met niks? Voor mij is dat sinds enkele jaren het tweede. Het tweede. Ik was vroeger iets volumineuzer dan nu. Iets liberaler ook. Ik was 60 kilo zwaarder ooit, ja. Dus... Derde dilemma, Hugo Claus of Theodore Dalrymple? Dalrymple zonder enige twijfel. Dank u. Dirk-Jan Epping. Ja, zeg het eens. Steenderen of New York? New York. Dirk-Jan Epping is geboren in Steenderen. Dat ligt, als ik het wel heb, in... Nu ga ik een fout maken. Twente of de Achterhoek? De Achterhoek. Achterhoek, oké. Okay. Lijst de Dekker of VVD? VVD. Hij zit tot nu toe voor de lijst Dekker in het Europarlement. Ja, maar die is intussen voor de helft opgegaan in zijn partij. Dus die is verdwenen. Oké. Okay. Staat niet meer. En hij is de andere helft. Ik wou zeggen... Begint goed. Laatste. Bart De Wever of Frits Bolkestein? Ik zou hier toch zeggen Frits Bolkestein. Want Bolkestein... Zou ik zelf ook doen. Bolkestein heeft veel bewezen en Bart De Wever moet het nog bewijzen. Oké. Okay. We beginnen. Ik denk dat Bart De Wever voor het Nederlandse publiek wel enige introductie verdient. Dus we beginnen eigenlijk met een eenvoudige vraag aan Bart De Wever. Wie is Bart De Wever voor een Nederlands publiek? De burgemeester van Antwerpen. Dat is een stad die jullie toch wel kennen, denk ik. En ik ben partijvoorzitter van de Nieuw-Vlaamse Alliantie. Dat is de grootste partij in de zuidelijke Nederlanden. Die hoopt om nog groter te worden op 25 mei. En kunt u iets, want u heeft intussen toch wel een, mag ik wel zeggen, een tumultueuze politieke carrière. Kunt u daar iets over uitweiden? Wel, je weet dat in het zuiden op dit moment een heel sterke polarisatie is tussen... De regeringspartijen, dat zijn alle traditionele stromingen, Christen-Democraten, Liberalen, Socialisten. En laten we zeggen de tegenmacht, dat is dan de N-VA, die rond het sociaal-economische draait. Waar een tegenstelling is die bij ons parallel spoort met de communautaire tegenstelling. Want je moet mijn land enigszins kennen om het te begrijpen. In Nederland is daar niet heel veel belangstelling voor België. Ik begrijp het ook wel, het is geen boeiend land. Maar om het te begrijpen, moet je er toch enige voorkennis van hebben. En hoe komt het dat die culturele tegenstelling gelijk oploopt met die sociaal-economische tegenstelling? Wel, sta me toe in drie zinnen iets over de geschiedenis van mijn land te vertellen. Ik ga het heel kort houden. Het land is eigenlijk in de 19e eeuw uit separatisme ontstaan van de noordelijke Nederlanden. Jullie hebben niet echt je best gedaan om ons bij te houden. Wellicht omdat jullie niet graag in een land... We hebben de tiendaagse veldtocht. Wel, 10 dagen heb je het volgehouden. Dan zijn een paar schoten gelost in Brussel. Dan hebben jullie aftocht geblazen. Maar dat neemt u ons nog kwalijk. Dat neem ik jullie nog altijd kwalijk, ja. En dat je in het terugtrekken ook de Schelde hebt afgesloten, dat nemen we nog altijd bijzonder kwalijk in Antwerpen. Maar dit terzijde. Wellicht wilden jullie ook niet graag in een land wakker worden met een katholieke meerderheid. Ik kan me er iets bij voorstellen in die tijd. Goed, maar er was een separatisme in het zuiden. En heel kort, dat land, de elite daarvan, was toen Franstalig, ook in Vlaanderen. Er was zijn kiesrecht, alleen zij mochten stemmen. Het is gesticht als een Franstalig land. Maar als de democratie zich uitbreidde, mochten ook alle Nederlandstaligen stemmen. En iets wat jullie wellicht wel kennen, is de culturele strijd, de Vlaamse beweging, van die Nederlandstaligen om gelijkberechtiging te krijgen. En als jullie naar het zuiden kijken, is dit iets wat je wellicht wel kent. Die taalstrijd, de strijd voor het Nederlands, culturele rechten wel. Dat is eigenlijk volledig achter de rug. Dat bestaat niet meer.
Maar in dat proces, dat meer dan 100 jaar geduurd heeft, heeft België zich wel volledig ontdubbeld in twee aparte democratieën. Ja. En dat is iets wat jullie niet kennen en geen enkel land in Europa kent. Aparte partijen met hun eigen taal, hun eigen media, hun eigen publieke opinie, hun eigen oriëntatie. Wallonië kijkt naar Frankrijk, Vlaanderen kijkt traditioneel naar het noorden, hun eigen cultuur, hun eigen filosofie. Ja. Wat maakt dat je na verkiezingen twee landen moet optellen? En dan... U vertelde daarnet dat u na de laatste verkiezingen Elio Di Rupo, die nu de premier is, voor het eerst ontmoette. Wel, dat krijg je dan wel. Ook de elite, die vroeger nog één was en het land samenhield, is gesplitst in die zin dat het de grootste partij in Vlaanderen en haar voorzitter, de grootste partij in Wallonië en haar voorzitter, persoonlijk niet meer kennen. Nee. En letterlijk na de verkiezingen elkaars gsm-nummer moeten zoeken om dan dus u heeft te spreken... na de verkiezingen pas uw telefoonnummer uitgewisseld? Ik heb dat van hem moeten zoeken en hij dat van mij. En we hebben elkaar dan voor de eerste keer ontmoet om eens te praten hoe we het gingen regelen. En die taalstrijd is dan wel niet meer zo pertinent. Dat is eigenlijk gepacificeerd. Hè. De sociaal-economische tegenstelling tussen die landsdelen is des te groter geworden. Je zit met een Wallonië dat steeds linkser stemt, dat steeds Zuid-Europeeser georiënteerd is sociaal-economisch, en een Vlaanderen dat in crisistijd naar andere recepten wil grijpen. En dat zie je al sinds begin jaren 90, dat die analyses uit elkaar lopen en dat de frustratie daar waar de welvaart wordt gemaakt, in het noorden, dat die stijgt. En men investeert in een steeds duidelijker stem om een ander sociaal-economisch, een centrumrechts sociaal-economisch beleid te krijgen. En parallel stijgt ook de communautaire spanning, want die loopt gelijk. Het is natuurlijk niet zo dat er geen centrumrechtsen in Wallonië zijn, maar daar is dat een kwart van de bevolking, in Vlaanderen drie kwart. En de linkerzijde net andersom. En die optelsom wordt steeds moeilijker en heeft het in 2010 quasi onmogelijk gemaakt om nog een regering te maken. En hoe komt het dat het tot dusver u niet gelukt is om die steeds groeiende centrumrechtse stem om te zetten in macht op landelijk niveau? Wel, dat is het hem nu net. Hè. De eerste die die analyse klaar en duidelijk maakte, dat het niet meer over cultuur ging, maar over een centrumrechtse analyse, was Verhofstadt met zijn burgermanifesten. Maar toen die premier werd, heeft hij die manifesten vergeten. En is die dus centrum-linksbeleid gaan voeren. En heeft het premierschap gekregen van het zuiden in ruil voor een ander soort beleid. Daarna is een kartel gekomen van Christen-Democraten en onze partij, die toen nog heel klein was. Die eigenlijk diezelfde analyse bracht en heel veel stemmen heeft gehaald, maar heeft het ook niet kunnen doorzetten. Daarna is mijn partij enorm gestegen, is de grootste geworden, uit het niets naar bijna 30% gegaan. En dan krijg je de systeemschok van 2010. Voor de eerste keer was de grootste Vlaamse partij eigenlijk niet bereid om de inhoud te vergeten in ruil voor dat eerste ministerschap. Ik heb onmiddellijk tegen Di Rupo gezegd, dat interesseert me niet. U mag premier worden, een Franstalige premier, wat we in 40 jaar niet gehad hadden. Maar je zal wel Vlaams centrumrechtsbeleid moeten voeren. Dat heeft hij geweigerd. En daardoor is het land een jaar geblokkeerd. Want mijn logica was, als je dat niet wil, dan moeten we splitsen. Dan moet je mij toestaan in mijn land het beleid te voeren wat mijn kiezers willen. En anders moet je het zelf doen. En wat geeft u in dat dit keer, want de vorige keer, als ik het goed heb, heeft u 28% gehaald. U staat nu iets boven de 30, hoopt nog iets meer te halen. Maar wat geeft u in dat het dit keer wel zou lukken in een land waar minderheden zodanig beschermd zijn? Ja, dat is ook zo. Bij ons is de minderheid eigenlijk de meerderheid. Hè. Je kan niks zonder beide landsdelen ja zeggen. En als degene die dan het status quo verdedigt, die wint de onderhandeling altijd. Die laat het gewoon ellendig lang duren, tot de situatie zo rot is dat hij toch zijn gelijk haalt. Zijn in het status quo, hoe ga je dat nu doorbreken? Wel, men is natuurlijk zeer ver gegaan. Men heeft een regering gemaakt in 2010, dat hebben we nog nooit gehad, die geen meerderheid heeft in Vlaanderen. U moet zich dat toch eens voorstellen. In Nederland vind ik niet direct een vergelijking, maar het Verenigd Koninkrijk, dat alle Schotten die dan geen Engels zouden spreken, eigen media, eigen partijen hebben, wat ze niet hebben, slechts ten dele, dat die allemaal de regering zouden steunen en slechts een minderheid van de Engelsen. En dat de Engelsen daardoor een regeringsvorm hebben die ze niet zouden steunen. Ja, het land zou onmiddellijk uit elkaar vallen. Het staat nu al bijna uit elkaar vallen. Het zou onmiddellijk uit elkaar vallen. Men is zo ver gegaan. De regering die nu bestuurt, heeft geen meerderheid in Vlaanderen. Als natuurlijk die meerderheid, of die minderheid waarmee men bestuurt, nog verliest, ja, dan vraag ik mij of de traditionele partijen in mijn land echt nog durven verder doen in Vlaanderen. En aan de andere kant van de taalgrens zie je... Wat geeft u in dat het dit keer wel gaat lukken? Wel, de peilingen wijzen in die richting. Dat zij dus nog zullen verliezen, ja, dat de N-VA nog zal groeien. En dat in het zuiden de Partij Socialist zwaar zal verliezen. Met een verzwakte PS, langs links bedreigd, optelsom moeten maken met een Vlaanderen dat nog duidelijker zegt, wij willen naar de Noord-Europese weg. Ja, dan sta je op het punt dat men oftewel het beleid zal overgeven aan, laten we zeggen, het N-VA-model, oftewel staan we natuurlijk voor een communautaire omwenteling.
Okay. En zoals gewoonlijk in ons land zal het een combinatie van beide zijn. Dirk-Jan Epping, waarom is die N-VA zo populair in België? Nou, dat is eigenlijk de afgelopen vijf jaar gebeurd. De N-VA is opgekomen, zag je echt groeien vanaf 2009. En dan zijn al die establishmentpartijen, dus gevestigde partijen, zoals men dat zegt, socialisten, christendemocraten en liberalen, zijn samen in de federale coalitie terechtgekomen. Dus die hebben zichzelf begonnen elkaar te cannibaliseren. En de grote oppositiepartij stond daar buiten en is blijven doorgroeien. En je ziet dat ook in opiniepeilingen. En een van de grondslagen daarvan, de oorzaken daarvan, denk ik, is dat België eigenlijk het voorbeeld van een transfereconomie is geworden. Toen ik 20 jaar geleden naar België ging en ik begon een Neder-Belg te worden, dacht ik, het gaat alleen om taal en cultuur enzovoort. Maar al snel zie je dat het een economische, sociaal-economische kwestie is. En jaarlijks gaat er een transfer van bijna 6% van het Vlaamse BNP gaat naar de Franstalige zijde, dat wil zeggen Wallonië en Brussel. En hoe werkt dat dan? En dat gaat via de sociale zekerheid. Hm. Werkloosheidsuitkering, gezondheidszorg en ziekteverzekeringen enzovoort. En is dat slecht die dan? Kanaal, nou kijk, het probleem is het volgende. Als je een transfer hebt van de ene naar de ander, en de doorsnee Vlaming is hulpvaardig, maar zegt op een gegeven moment, die transfers, dat wordt steeds meer. Dat wordt niet dan steeds meer, maar het gaat er niet op vooruit. Komt er nog een keer een einde aan. Er is dus een verhouding tussen transfer en demos. Er moet ook een soort van solidariteit zijn. En hoe meer transfer je hebt en hoe minder demos je hebt, en dat is eigenlijk België een voorbeeld van. Volk, dan zie je het volk, het gemeenschappelijke identiteit. Dan zie je dus dat men de een is de een en de ander is de ander. Hè. Je krijgt verwijten. Dus men zegt aan Waalse zijde, solidariteit moeten we hebben. Ja. Die Vlamingen zijn die solidair ze zijn. Ik heb het aantal woorden opgeschreven wat je dan naar je hoofd geslingerd krijgt. Dat is, je bent dan asociaal, egoïstisch, xenofoob of cultureel arrogant. Dan de andere zijde zegt, je hebt meer eigen verantwoordelijkheid nodig in bijvoorbeeld Wallonië. En daar zal men zeggen, ja, maar je bent eigenlijk ondankbaar. Wij geven al zoveel en het is nooit genoeg. Dus je krijgt dan permanente ruzie om geld. En als dus de verhouding tussen transfer en demos onvoldoende is, je ziet al in Duitsland hoe moeilijk dat Oost en West was. Daar was de transfer 4%. Van de West-Duitse economie naar de Oost-Duitse. In Catalonië is het 9% van de Catalaanse economie naar de Spaanse economie. Daar stemt men in een referendum over onafhankelijkheid. Maar een land is toch ook een idee? België is ook een idee. Het gaat niet alleen om geld. Net als de Europese Unie ook een idee is. Ja, een land is een idee, maar er is weinig nationale pathos. En sommigen, zelfs Louis Tobak, toch minister van Staat, noemt België een historische vergissing. Dat is natuurlijk ik geloof al een dat meneer De Wever ook iets wil zeggen over het idee. Wel, ik heb eigenlijk geen enkel moeite dat er transfers zijn. Dat is misschien de grote verrassing. Ik vind dat heel normaal dat er transfers zijn. Binnen elk land bestaan er transfers. In de Verenigde Staten bestaan er gigantische transfers, wellicht binnen Nederland ook. Het gaat niet altijd overal even goed. Maar die zijn wel gebonden aan één democratie. In één democratie kan je transfers hebben zoveel je wil en kan het volk die ook corrigeren als het moet. Maar vanaf je van een ene democratie aan een andere iets geeft, wat binnen Europa gebeurt en wat eigenlijk ook binnen België gebeurt, kunnen die transfers niet impliciet zijn. Dan moeten ze expliciet zijn. En dat is een probleem. Wij geven via de sociale zekerheid, via de afbetaling van de schuld en de nationale begroting. Twee van die geldstromen vind je nu ook in Europa. Via schulden en via begrotingen vind je transfers. Ja, op dat moment, als die expliciet zijn, gaat men ook verantwoording vragen. Maar wat bedoelt u precies met expliciet zichtbaar? Want wel, een impliciete transfer, die gebeurt bijvoorbeeld via de sociale zekerheid. Wij zijn allemaal Nederlanders, dus we zijn gebonden aan elkaar, verantwoordelijk voor elkaar. Wij gaan van ons inkomen via de fiscaliteit een afroming hebben, dat komt niet bij iemand anders terecht. Maar we gaan ervan uit dat dat goed besteed is. U wilt laten zien niet hoeveel een Vlaming voor een Waal betaalt? Ja, wij zijn aan elkaar gebonden in een interpersoonlijk systeem, de sociale zekerheid, maar democratisch zijn we niet aan elkaar gebonden. Dus ik geef nu geld als Vlaamse politicus aan een Waalse politicus die daarvoor electoraal geen verantwoording moet afleggen. Nu, dat mag je nooit doen aan een politicus geld geven waar hij electoraal geen verantwoording voor moet afleggen. Dat moet je nooit doen. Nooit. Je moet altijd geld geven waarvoor hij aan de kiezer moet zeggen, ik heb er dat mee gedaan, ik heb dat goed besteed. Zo niet gaat de kiezer jou afstraffen.
Als jullie in Nederland de indruk gaan krijgen dat jullie belastinggeld zeer slecht wordt besteed en oneerlijk over Nederlanders wordt verdeeld, dan zal er een politieke kracht op komen die zegt dit moet ophouden en die zal gaan winnen. Voor ons is dat onmogelijk. Zelfs al zeggen 100% van de Vlamingen, de transfers tussen Vlaanderen en Wallonië zijn niet oké, dat komt toch ook dan zullen door ze nog doorgaan. Die staatshervormingen die steeds in België zijn geweest, waardoor Vlaanderen en Wallonië steeds verder uit elkaar gedreven. Want je zou dit ook als een argument kunnen opvatten om te zeggen, nou, jammer van die staatshervormingen, dat moet juist dichter naar elkaar toe, want dan kun je weer verantwoordelijk voor elkaar zijn. Ja, dat zou je kunnen stellen als je daarmee de democratie zou herstellen. Maar die staatshervormingen zijn ook maar een antwoord geweest op een historische evolutie van een samenleving die uit elkaar is gevallen. En je kan natuurlijk die zeggen, we moeten dat op een gegeven moment omkeren. Ik denk dat het logischer is om de structuren aan te passen aan wat er historisch is opgeleverd. En dat is niet één land. Men heeft alle kansen om België als natiestaat overeind te houden. Die heeft men in de geschiedenis gemist. Okay. En nu zijn er twee democratieën. En is daar inderdaad een geldstroom. En kan je, als je het Europese debat voert, heel veel leren hoe het niet moet door naar België te kijken. Zo leer je hoe het niet moet. Want binnen de kortste keren wordt de gever niet in rationele termen, maar in emotionele termen aangesproken. Die solidariteit die wordt opgeëist in morele termen. Dat is iets wat wij al tientallen jaren kennen. De gever wordt ook nog uitgescholden. Daar komt het eigenlijk wel op neer. En dat zie je in Europa ook meer en meer. En men beroept zich daar op een verleden dat al dan niet heeft plaatsgevonden, waarop men recht heeft op dat geld. En men wil er niet op aangesproken worden. Men wil de responsabilisering niet. Men ziet dat als een dictaat. Dat is iets wat wij zeer goed kennen, waar Europa wordt, jullie worden nu ook wakker in dat debat, wij kennen dat zeer goed. Eppink, waarom ben je nooit overgestoken naar die N-VA? Wat hindert je in dit verhaal? Dat is een goede vraag. Wat hindert je in dit verhaal? Dat is een goede vraag, Dirk-Jan. Waarom heb je dat nooit gedaan? Je hebt het nogthans dikwijls genoeg gevraagd. 10 jaar geleden is dat al, kwam hij voor het eerst hier de Wever bij mij om te zeggen, je zou eigenlijk bij ons moeten komen voor het Vlaams of het federaal parlement. Ik werkte toen in het kabinet van Bolkestein. En toen heb ik gezegd van ja, ik heb daarvoor één probleem. En dan moet ik wel het goede paspoort pakken. Het goede paspoort. Maar ik heb een Nederlands paspoort. Als Nederlander kun je niet in een Vlaams of in een federaal parlement zitten. Want daarvoor heb je een Belgisch paspoort nodig. En eigenlijk is het ook zo. Maar dat is een formeel antwoord. Wat is het inhoudelijke bezwaar tegen het verhaal van kijk, de Wever? De analyse die deel ik ook die hij heeft. Ik vind dat er toch wel wat verschillen zijn. Ik voel mij meer een liberale internationalist. En ik denk niet of ik zou passen in een constructie van wat heet Vlaams nationalisme of Vlaamse beweging. Dus ik heb daar wel over nagedacht, maar ik heb nooit besloten om het te gaan doen. En het is een andere huiscultuur. Ik ben denk de eerste Nederlander die gekozen is in de Belgische politiek in een mandaat, zoals het Europese parlement nu. Het is ook zo, moet ik er eerlijkheidshalve bij zeggen, als Nederlander in de Belgische politiek of in de Vlaamse politiek is vrij moeilijk. Want je moet elke dag bewijzen dat je geen rot-Hollander bent. En dat is soms vrij lastig, omdat men altijd naar je zal kijken als, daar komt de Hollander, wat gaat die Hollander allemaal zeggen? Hij gaat ons de les lezen, wat komt hij hier doen? En dat is, er is toch een bepaalde cultuurgrens tussen Nederland en Vlaanderen, waardoor dat niet zo meteen voor de hand ligt. Of zoals men in Vlaanderen zou zeggen, dat is niet evident. Zou een politicus als Bart de Wever in Nederland denkbaar zijn? Of... Hij is een van de eerste van wie ik denk dat hij in Nederland mogelijk zou zijn. Maar hoe past je in het rijtje grote namen van de afgelopen jaren in Nederland die dit soort bewegingen hebben geleid? Is hij vergelijkbaar met Fortuyn? Dat vind ik niet, nee. Fortuyn met Rita Verdonk? Nee, ook niet, nee. Daarvoor, het ene compliment na het andere. Ik zeggen dat u mag zo zelf ook nog iets zeggen. Het is altijd hoger, leuk om in de derde persoon zo aangesproken te worden als je erbij zit. Heel aangenaam. Maar ga vooral verder. Ja. Maar hij is in de Belgische politiek nu een zeer mogelijke wijze de man van dit decennium. En 20 jaar geleden was dat Verhofstadt met zijn burgermanifesten. Hij was de man die ging alles veranderen enzovoort. Dat heeft een tijdje geduurd tot hij premier werd. En toen moest niks meer Vlaams zijn, maar alles moest Belgisch zijn. België werd het model voor de wereld enzovoort. En dan hebben we in het decennium hiervoor hebben we bijvoorbeeld de heer Stevaart gehad, de leider van de Vlaamse socialisten. Hij zei, het socialisme zal gezellig zijn of niet zijn. Wel, het is kennelijk niet zo gezellig de laatste tijd.
Je hebt nog meneer Leterme gehad, die heeft alles geprobeerd alles te doen om België door de crisis te leiden met veel moeilijkheden. De hele Belgische bankensector is eigenlijk in Franse handen gekomen. Nou, en hij is eigenlijk de man van dit decennium. En als zijn partij de grootste wordt en een hele grote partij wordt in België bij de verkiezingen van 25 mei, is dat in een parlement dat voor 4 jaar zit. Dat is een legislatuurparlement, ja. Of 5 jaar, sorry. Voor 5 jaar zit. En dat is een legislatuurparlement zoals het Europees parlement. Dat parlement kun je niet ontbinden. En als je in die parlementen de grootste bent, dan ben je een dominante kracht. En dan kun je het maken of niet maken, maar dat moet de toekomst uitwijzen. Ja. Meneer De Wever, ja? Toch enige repliek. Zeggen, op Pieter Verdonk of Pim Fortuyn? Wie? Ja, daar wou ik het wel even met u over hebben. Hè. We zijn natuurlijk twee volkeren gescheiden door dezelfde taal. En het is soms moeilijk elkaar, we begrijpen elkaar, we verstaan elkaar, maar we begrijpen elkaar niet altijd. Hè. We zijn ook de enige taalgroep ter wereld die elkaars televisieprogramma's ondertitelt. Niemand doet dat. Alleen wij doen dat. Ik zie perfect verstaanbare Nederlandse televisie in Vlaanderen met ondertitels en andersom net hetzelfde. Dus we zijn echt wel door 400 jaar gescheiden ontwikkeling gescheiden. Dus als jullie het woord nationalisme horen, neem ik het niet kwalijk dat jullie denken aan rechtspopulistische politici. Sowieso. Die eigenlijk het nationalisme gebruiken als een vehikel om angst electoraal te exploiteren. Angst voor de islam, angst voor Europa, angst voor achteruitgang. Die dat discours voeren. Maar natuurlijk, in mijn land is identiteit altijd een issue geweest. Wij zitten daar inderdaad in een land dat gespleten is. En er is een heel ander soort nationalisme ook mogelijk. Hè? Nationalisme waar we zeggen, we moeten een democratie en een gemeenschap creëren. Je kan natuurlijk zeggen, we zijn allemaal individuen in de wereld. Ik geloof niet dat je op die manier ethiek kan organiseren in een gemeenschap en geen democratie. Je hebt er die zeggen, zoals Verhofstadt, we moeten naar een Europese superstaat en we zullen daar ons nationalisme organiseren, maar dat lijkt me een heel griezelig nationalisme te zijn. Het enige wat ik kan doen, de keuze die wij maken in Vlaanderen, is de democratie die er wel is, met onze eigen taal, onze eigen partij, onze eigen publieke opinie. We gaan proberen daar ook structuur aan te geven. Maar dat is een heel ander nationalisme dan dat van Fortuyn, ja, of een heel ander nationalisme dan Rita Verdonk. Dat heeft toch minstens net zo ontwrichtende werking. U zei, in uw programma staat, Vlaanderen moet aan de tafel zitten in Brussel. Ik zou bijna zeggen, ik kan het ook niet helpen dat ik in dit land leef. Hè. Moest ik in Nederland dan politiek doen, dan was ik wellicht een VVD'er, in een bepaald tijdvak een CDA'er. Wij zitten daar ergens tussen. Hè. De N-VA is een partij die op maatschappelijk vlak zeer veel raakvlak heeft met het CDA. Op sociaal-economisch vlak zeer veel. Ik zou niet liever willen dan een normaal land waar ik als normaal politicus aan politiek zou kunnen doen. Maar als je het programma leest, dan kom je helemaal nog niet in de buurt van Fortuyn of Verdonk en Omvrienden. Nee, zijn de Wilders nog niet genoeg in dat rijtje. Maar we zijn heel keurig. We zijn heel keurig. We hebben Wilders van Vlaams Belang nog niet genoemd. Oh, nee. Ja, dat heb ik wel gedaan. Ja. U karakteriseert zichzelf wel als een anti-establishment partij. Waarom is het Vlaams of het Belgische establishment tot nu toe niet gelukt om de problemen op een overtuigende manier aan te kaarten en moest daar een anti-establishment partij aan te pas komen? Waarom kon u uw punt niet maken binnen de liberalen of de christendemocraten? Eigenlijk zijn we geen anti-establishment partij, getuige ervan. We zitten al 10 jaar in de Vlaamse regering en die Vlaamse regering is erg belangrijk in ons land. Mm-hmm. Dus qua uitgaven even belangrijk dan de federale regering. Uitgenomen de sociale zekerheid. Dus we zijn niet anti-establishment. Wij zitten met de Christendemocraten in een regering. Dat is raar, hè, voor een anti-establishment partij. Maar wij zijn wel een federale antisysteempartij. Dat wil zeggen, in die optelsom van die twee, zeggen wij, het resultaat ervan voldoet niet meer. Mm-hmm. Je kan in een crisistijd waar je klare keuzes moet maken, niet meer daarmee volstaan. Je kan niet aan een Vlaamse kiezer zeggen, kijk, je leeft wel in een Noord-Europese economie. Ze is zeer performant, ze levert zeer veel meerwaarde op. Maar toch moet u de hoogste belastingen betalen. Op arbeid zijn we absolute belastingskampioen van de wereld. En je krijgt een overheid die toch nog een zeer groot deficit heeft en een staatsschuld van boven de 100%. Dat kan je niet uitleggen dat dat het beste resultaat is van dat federaal bestuur. Waar de sociaal-economische hefbomen zitten, het fiscaal prerogatief en de sociale zekerheid. Dat volstaat gewoon niet. Misschien moet ik de vraag anders stellen. Waarom hebben die andere partijen niet eerder pregnant geprobeerd om ditzelfde probleem te agenderen? Ja, maar dat doen ze wel. Dat doen ze wel. Alleen slagen ze daar gewoon niet in. Dat is het probleem. Je mag de macht van het status quo in mijn land niet onderschatten. In het uit elkaar vallen van België zijn er heel veel mechanismen ingebouwd die de minderheid beschermen. Waardoor de facto er een vetorecht bestaat. Nu, als je een vetorecht hebt van een gemeenschap die eigenlijk cultureel, sociaal, economisch georiënteerd is op het zuiden, dan heb je wel een probleem als Noord-Europees land.
een serieus probleem. Dus het beste dat je er kan uithalen uit het federaal systeem is gewoon niet goed genoeg. En dan zie je de tegenstelling tussen degene die zoals Verhofstadt de analyse maakt, en zegt het moet veel beter, of het kartel of de N-VA, en zij die het systeem gaan dienen. En eigenlijk kan de kiezer zeggen, ja, zonder ons was het nog veel erger geweest. Ja. Wij doen toch ons best. Wij nemen toch onze verantwoordelijkheid. We hadden toch moeilijk nog langer in de regeringsvorming kunnen blijven. Dus dat is hun verdediging. Eigenlijk niet, we doen het goed. Het had nog veel slechter gekund. Okay. En daarom zeggen wij, dat volstaat niet meer. En wat is dan uw concrete ambitie over 5 of 10 jaar? Wat moet Vlaanderen dan zijn? Wel, op dit moment... En hoe ziet België er binnen Europa dan uit? Ja, dat is een hele vraag. Hoe ziet België er binnen Europa uit? Omdat het ook van Europa afhangt. Hè? Dus als wij een evolutie zien naar autonomie, is dat altijd binnen de Europese context. Waarbij heel veel bevoegdheden die vandaag nog Belgisch zijn, niet moeten gesplitst worden, voor alle duidelijkheid. Niet, zoals defensie. Ons leger is, denk ik, eigenlijk al kleinschalig genoeg, om geen andere woorden te gebruiken, dat we dat niet gaan splitsen. Dus dat moet, wat mij betreft, morgen naar de Benelux, overmorgen naar Europa. Maar zal Europa dat kunnen opnemen? Gaat Europa door deze crisis verdiept en versterkt eruit komen? Of net niet? Wordt Europa een begrotingsunie waar we in kunnen geloven? Ja of nee? Dus daarvan zal het lot van Vlaanderen en ook ons politiek discours wel afhangen. Ik ben maar spreek je dan van een soevereine staat? Of waar richt u nou dit land kompas op? Historici zetten de breuk in België op 1893 bij de invoering van het algemeen stemrecht. Dus toen de Vlaamse massa in de democratie is getreden. Vanaf dan is er een breuk. Dus dat duurt al wel even. We zijn daar al 130 jaar mee bezig. De evolutie is dat het land langzaam maar zeker zich ontdubbelt in 2 democratieën. Waar eindigt nu dat verhaal? Joost mag het weten. Dat eindigt overmorgen ergens in Europa. Kunnen wij een lidstaat van Europa worden als Vlaanderen? Zeer zeker. Als Europa die grootschalige bevoegdheden, die grote schaal vergen, effectief gaat overnemen. Anders zal dat niet lukken. Ja. Dus dit is een verhaal van een langzame evolutie. Alleen zeggen wij, als je evolueert, moet je wel stappen, etappen durven zetten als het nodig is. En het land is naar het federalisme gekanteld in de jaren 1960. Goed, dat is eigenlijk een mislukking geworden. We hebben een ongelooflijk complex land. Niemand begrijpt dat nog. Het kost ongelooflijk veel geld. Het is heel inefficiënt. Wij zeggen, je hebt een paradigma-shift nodig naar het confederalisme. Nu net, als in de jaren 60, zegt al de rest, dat is waanzin. Dat willen we niet. Maar het is toen gebeurd. Ik denk dat het nu ook zal gebeuren. En de vraag is, is confederalisme dan het eindpunt of ga je overmorgen nog een stap verder? Ik vermoed persoonlijk van wel. Ik denk dat in de loop van de 21e eeuw Europa er zal doorkomen. Dat dat steeds meer bevoegdheden gaat naar zich toe zagen, die grote schaal vergen. En dat je overmorgen wakker wordt zonder tussenniveau. En ik ben echt niet de enige die dat zegt. Ook de traditionele politici denken dat en zeggen dat af en toe. Af en toe gebeurt het hen per ongeluk dat ze dat zeggen. En dat kan het tussenniveau zijn. Dat liberaal in België gaat verdampen in Europa. Iemand anders heeft iets van een bruistablet gesproken. Maar eigenlijk iedereen denkt dat wel heel stilletjes in Vlaanderen, dat dat onze toekomst zal zijn. Alleen vermijdt men om dat hardop te zeggen, want dan kom je in termen van het opsplitsen van een land en de buurlanden kijken daar heel meewarig naar. Vanaf dat een land gaat opsplitsen zeggen ze, ja, waar is de logica, dat kan toch niet. Dat verwijst naar Joegoslavië of naar allerlei toestanden in Oekraïne. En men stelt zich daar secessie bij voor. Ik kan iedereen geruststellen, ik ga niet de eerste politieke leider in de wereldgeschiedenis zijn die een meerderheid afscheurt van een minderheid. Ik heb niet die ambitie om dat te worden. Ik heb wel de ambitie om die evolutie door te zetten die zich al lang voltrekt. En waar ik eigenlijk gewoon aan mijn kiezer wil geven, waarvoor die gestemd heeft in zijn eigen democratie, als die centrumrechts beleid wil, dan moet hij dat gewoon krijgen. En die wil gerust transfers betalen hoor, en morgen ook. Maar die wil vooral het beleid waar hij zelf voor gekozen heeft, waardoor hij die transfers nog kan verdienen en opbrengen. En dat lijkt me maar logisch. Ik denk dat jullie in dezelfde situatie... Ik zeg dikwijls, als je de kwestie in België heel snel wil oplossen, moet je gewoon een huizenruil doen. De 6 miljoen Vlamingen gaan 2 jaar in Nederland wonen. En je vraagt 6 miljoen Nederlanders om 2 jaar in België te wonen. Vervolgens wordt dat land opgedeeld en wisselen we terug. Binnen 3 weken. Ik denk niet dat er veel Nederlanders dat zouden pikken. 2 jaar heb ik gezegd. Ik denk niet dat veel Nederlanders het zouden pikken om de situatie te moeten leven waarin wij leven, waar je eigen democratie gewoon op slot is gezet. En je nooit krijgt waarvoor je gestemd hebt. Wat het ook mogen wezen. En wat er dan met Wallonië gebeurt? Maakt u zich daar dan zorgen om of kan het u niet zoveel schelen? Well, ik ben overmorgen nog altijd bereid om die transfers te betalen, maar dat zal dan eerder in een context zijn waar die expliciet zijn en voorwaardelijk en waar als het Europees debat zijn beslag krijgt, je ook kan vragen om bepaalde doelstellingen te realiseren. Vandaag is het eigenlijk je portefeuille op tafel leggen en je hebt er het raden naar waar het geld naar verdwijnt. Er is ook geen responsabilisering. De mensen in Wallonië, die stemmen niet socialistisch omdat ze arm zijn. Het is net andersom. Als u begrijpt wat ik bedoel.
En zolang er een derde betaler is, zal dat niet veranderen. Moest de DDR al zijn rekeningen hebben kunnen doorschuiven naar een ander land, dat zou dat land ook nog bestaan hebben vandaag. Hè? Maar dat is een situatie waarbij dat ander land zich toch vroeg of laat eens vragen gaat stellen. Wel, die vragen die leven in Vlaanderen. Ik geloof dat het nu tijd wordt om twee economen aan tafel te vragen. Barbara Baarsma en... Arnoud Boot. Arnoud Boot. Waar zijn jullie? Daar. Daar. Ja. Hartelijk welkom ook beiden. Hebben we genoeg glazen? Ja, er zijn daar nog glazen. Ja. Kunnen jullie je vinden, om te beginnen, Barbara Boosma in, Baarsma, in de... ik citeer de eerste advertentie die ooit verkeerd was. Ja. In de vergelijking van België de afgelopen jaren, al langere tijd, en de situatie waarin Europa terecht is gekomen. Dus de overheveling van geld van Noord naar Zuid, waar we het net over hebben gehad. Gaat die vergelijking op? Nou, ik ken niet de diepe Belgische overwegingen, maar ik zie wel dat Nederland ook heel veel voordeel heeft bij die herverdeling. Even los van allerlei financiële zaken heeft Nederland ook trouwens heel veel voordelen, maar als ik me even beperk tot financiële zaken. Nederland heeft er ontzettend veel baat bij om te zorgen dat Europa intact blijft. Omdat het onze allergrootste exportafzetmarkt zit daar. Maar we hebben bijvoorbeeld ook veel baat bij de euro. In ieder geval de lage koers nu van de euro, of de koers van de euro, die bepaald wordt als een soort mengmandje tussen wat er in Zuid-Europa, de concurrentievermogen in Zuid-Europa en in Noord-Europa, die maken dat wij daar voordeel bij hebben. Want als we bijvoorbeeld een euro en een euro, waar ooit wel sprake van was, dan zou die euro snoeihard zijn. En heel duur. Dus op die manier is er ook weer enige herverdeling van Zuid naar Noord, zou je kunnen zeggen. Maar het gaat over meer dan geld hier, vind ik. Ik vind dat België als idee, Europa als idee. Ik vind op geld alleen al is het reden genoeg om het te laten bestaan. Maar ook los van geld is er heel veel reden om met z'n allen te investeren in Europa. Arnoud Boot, wat staat er bij deze verkiezing op het spel? Nou, als ik even op die eerste vraag even doorga. Ja. Want ik geloof niet dat economen worden als een soort beroepsgroep altijd naar voren geroepen. Wat een beetje raar is natuurlijk. Hè? Want het is economie, hè? Dat is toch iets heel breeds, even los van. Dus zeker geen beroepsgroep. Herverdelen van gelden zonder democratische legitimatie, dat kun je één keer doen, maar geen twee keer. Dat is wat de Wever zei. Dat weet ik niet of dat is wat de Wever zei, want kijk, in een crisis, je kunt één keer de eurocrisis trachten op te lossen zoals we hem opgelost hebben. Als wij dit een tweede keer moeten doen, dan hebben we een situatie gecreëerd die echt bijna onoplosbaar is. Dus je kunt één keer kun je het op deze manier trachten op te lossen. Dat betekent dus dat je hoe dan ook ervoor moet zorgen dat in de toekomst, als je bij elkaar wil horen, dat die transfers... Waarom is dat? Vanwege een volksopstand of om andere redenen? Nou, dat heeft met democratische legitimatie te maken. Als er geen democratische legitimatie is, het volk accepteert één keer dat ze eigenlijk... Bij de neus genomen wordt. Want ja. Dat is toch eigenlijk wat gebeurd is. Omdat zij zich nooit gerealiseerd heeft. Misschien kan het volk zichzelf dat ook aanrekenen. Zij heeft zich nooit gerealiseerd dat dit de consequenties konden zijn van de euro. Het is het volk ook nooit verteld. Dus je kunt je dat één keer veroorloven en één keer is een wezen natuurlijk al te veel. Dat betekent dus dat de houdbaarheid van de euro, even los van waar ik het mee eens ben met Barbara, er zijn natuurlijk allerlei redenen om een euro te hebben. Je kunt er allerlei hele mooie dingen aan koppelen. Het kan extra groei betekenen. Het kan ook betekenen dat we inderdaad een concurrentievoordeel hebben gehad, omdat we anders een sterkere valuta hadden gehad en dus een minder groot overschot op de lopende rekening hebben. We hebben een gigantisch overschot op de lopende rekening in Nederland. We exporteren veel meer dan importeren. Dat zal allemaal een rol spelen. Maar op het moment dat er geld, als er 10 miljard weer naar Zuid-Europa moet, dan is er geen politicus die kan vertellen, maar luister eens, we hebben een heel groot overschot op de lopende rekening. Dat is goed voor jullie. De kiezer heeft geen idee wat lopende rekening is, laat staan wat het voordeel ervan is. Dus dat betekent dat naar de toekomst toe het euro-arrangement alleen houdbaar is als je zorgt dat iedereen dicht bij de rails blijft. Dat je tijdig dat iedereen? Dicht bij de rails blijft. Wat is dat? Nou, dicht bij de rails blijft is dat
Kijk, wij kunnen voor dezelfde democratische legitimatie hebben wij geen Verenigde Staten van Europa. Dat is er niet. En dat kunnen we wel proberen via de achterdeur te creëren, de opmerking van Klaas Knotte. We zijn even van de eurocrisis af, althans van de acute eurocrisis op de voorpagina van de krant. En hij suggereert eurobonds. En eurobonds is gewoon een gemeenschappelijke begroting, hè? Dat is wat eurobond is. Want daar komt het op neer. Dat is dus een stap die je absoluut niet moet nemen. Je moet de eigen verantwoordelijkheid van landen houden. En de eigen verantwoordelijkheid van landen is alleen verenigbaar met de euro als je tijdig kunt ingrijpen en tijdig zaken kunt bijsturen. En bijsturen. Maar nu nog even terug, want de samenvatting is, bent u nou voor of tegen die transfers naar Zuid-Europa? De transfers naar Zuid-Europa zijn een crisismaatregel geweest. Ja. Die transfers zijn geen beleid geweest. Het is een crisismaatregel geweest. We zijn in slaap gevallen. Die transfers hebben plaatsgevonden. Toen we nog allemaal rustig aan het slapen waren, toen waren de transfers al bezig. Maar die gaan gewoon door. Meneer De Wever wil hier iets over zeggen. Nee, maar wacht even. Dat die gewoon doorgaan, even, dat is dus absoluut niet waar. Hè? We hebben op dit moment, en ik zeg niet dat dat optimaal beleid is. En ik zeg ook niet dat het houdbaar beleid is. Maar de zuidelijke landen, als je naar Spanje kijkt en ook naar Italië kijkt, die hebben op dit moment eigenlijk een wat heet een primair overschot naar het buitenland. Okay. En primair overschot betekent nu, dat ze geen nieuwe schulden maken naar het buitenland. Maar De Wever wil daar iets over zeggen. Wel, België is eigenlijk een optelsom van democratie. Europa is dat natuurlijk ook. En als je dan over transfers gaat spreken, ben ik daar in principe wel voor. Als die politieke constructie deugt, dan kan je toch niet omheen dat die niet deugt. In mijn land deugt die niet, in Europa deugt die ook niet. In die euro zaten constructiefouten vanaf dag 1. En iedereen wist het, Jacques Delors wist het. Delors wist in 1989 al op het moment dat er excessieve schuldopbouw zal zijn. Of je komt in een verlies van concurrentie, competitiviteit, door dat de... Het loopt niet synchroon, hè, de economie. De ene in een dip zit en de andere in expansie. Dan ga je naar problemen. Dus die wist dat al in 1989. Dat is toch exact wat maar er vandaag gebeurt. Maar dan zegt uw vriend Guy Verhofstadt verder integratie. Ja, Verhofstadt gelooft in een Europese superstaat. Wellicht met hemzelf aan het hoofd, als het enigszins kan. En is een echte, als je nu spreekt over een griezelige nationalist, dat is een griezelige nationalist. Hè. Die vindt een verleden uit van Europa dat nooit heeft plaatsgevonden. En daarop een soort cultureel burgerschap waarvan hij zegt in zijn boek dat het eigenlijk superieur is. Superieur aan de rest van de wereld Europeaan zijn. En morgen word je dan wakker in een staat waar je, oftewel convergeert naar Europa, oftewel word je eruit geflikkerd. Maar de voorwaarden niet het soort van... nationalisme dat ik aanhang, eerlijk gezegd. Maar als je daar... Die integratie en die transfers vergen een evenwicht tussen solidariteit en soliditeit. Nu, die soliditeit is door de Duitsers toch ingebracht in Maastricht. Daar stond letterlijk in geen bail-out. Ja. Wat hebben we gedaan? Bail-out. Ik hoor nu dat dat eenmalig is. Ik geloof daar niks van. We hebben een pact gesloten. Ik zie in 2012 rond de begrotingen en de budgettaire discipline. Spanje zegt vandaag, het zal niet lukken. Ja, dan lukt het niet. Waar is de handhaving? We gaan boetes geven. Ja, dan lukt het overmorgen zeker niet. En wat gaan we dan doen? Heel kwaad zijn? Wat gaan we doen? De geldkraan toedraaien en dan zorgen dat ons eigen... Uiteindelijk geven we geld aan Zuid-Europa om onze eigen banken te redden. Om onze eigen obligatieshouders te redden. Maar bij uw geloofsartikelen van de N-VA hoort Europa. En Vlaanderen moet zijn plaats vinden in Europa. Hoe kunt u dat ons dan... Ons programma voor België en Europa is eigenlijk hetzelfde. Als je dat wil gaande kunt u houden... Dat rijmen, ja. Als je dat gaande wil houden, moet je daar een politieke constructie aan geven die steek houdt. Volgens ons is dat voor ons het confederalisme. Wij zien geen andere oplossing meer. Lange termijn zullen we zien. Europa betekent dat een begrotingsunie, maar dat is dan met alles erop en eraan. Hè, waar Europa ook rechtstreeks in de budgettaire situatie kan ingrijpen. Als je dat eurobonds niet doet... Ja, eurobonds is een typisch voorbeeld van een moral hazard. Als je dat nu zou invoeren, dan is het terug lekkerland. En zal de Duitser en de Nederlander de hogere rente wel meebetalen voor zij die pot verteren. Dat is het verhaal van de euro all over again. Tenzij dat je natuurlijk zegt, we gaan ook budgetair kunnen ingrijpen in die landen die naast de schreef gaan. En daar zit het hem. Kunnen zij dat democratisch aanvaarden? Ja of nee? Daar komt het op aan. En ik zie nu het debat in Europa... En dat ziet er op dit moment niet zo uit. Nee, je moet aan die Duitse kiezer, die mediaan een kleiner vermogen heeft dan een Cypriot, uitleggen dat hij er toch voordeel bij heeft, dat het in zijn eigen belang is van te blijven betalen. Ja, dat wordt wel een heel moeilijke op het moment dat de bondskanselier in Griekenland wordt uitgescholden voor Hitler. Dat is nu net het debat wat wij al tientallen jaren kennen. De gever wordt ook nog uitgescholden. Die wordt niet in rationeel economische termen benaderd, maar in morele termen. Ik zie dat vandaag in heel Europa gebeuren en dan denk ik, ja, het politieke leiderschap dat nodig is om van die situatie naar een begrotingsunie te gaan en een bankenunie te gaan met alles wat daarvoor nodig is, ik zie dat vandaag niet. Ik zie het vandaag in Duitsland niet. En we zitten in een doodlopende straat waarbij we zullen blijven geld geven.
Allee, het meest cynische, en dan stop ik. Griekenland kan terug zelf geld lenen. Hoera. Uiteindelijk betekent dit dat wij obligaties kopen, niet met het idee dat Griekenland die 6% rente gaat betalen, maar dat Duitsland die zal betalen. En dus, waarom zou je Duitse obligaties kopen die niks opleveren, als je Duitse obligaties in Griekenland kunt kopen die je 6% opleveren? Dat is uiterst, uiterst cynisch. Hè? En daaruit moeten we nu afleiden, zeggen economen, ja, het gaat toch al wat beter met Zuid-Europa. Okay, ja, ik ben iets sceptischer dan dat. Eerst mag Dirk-Jan, daarna... Ja. Ik mag niet zeggen de economen, maar dan vragen we toch aan die kant van de tafel. Ja, ik heb de afgelopen 5 jaar dat hele eurodebat heel intensief gevolgd in het Europarlement. Want ik zat in de commissie die daarover gaat. En wat je dan ziet is dat aanvankelijk wilden de leiders in Europa überhaupt niet weten van een europrobleem. Het was een schuldenprobleem. Men kon zich niet voorstellen dat er iets mis was met de euro. Volgens de heer Barroso was er een schild van protectie tegen de crisis. En men heeft de euro altijd geconstrueerd als een munt om een politieke ever closer union op weg naar het beloofde land om dat af te dwingen. En nou is het tegenovergestelde gebeurd en daar kom je terug in de parallel met België. Dan zie je eigenlijk dezelfde fenomenen die ik 20 jaar geleden in België zag, heb ik de afgelopen 5 jaar teruggezien in Europa. Namelijk dat een sociaal-economische kloof die er is ontstaan, dat het een politieke kloof werd. En dat het steeds een getouwtrek werd over geld. En als je nou kijkt naar de Zuid-Europese landen, die maatschappijen die kraken, de mensen zeggen in godsnaam stop met dat bezuinigen. Er komen leiders die dat ook zeggen, zoals Renzi in Italië. Hier deed hij een paar aardige dingen voor de mensen, leuke dingen voor de mensen, zoals we dat vroeger in Nederland noemden. Nu begint hij de arbeidsmarkt te flexibiliseren. Het is meteen oorlog in de straten van Rome. Hetzelfde zie je in Frankrijk, waar mevrouw Le Pen eigenlijk op de golven van ontevredenheid in Frankrijk misschien de grootste partij wordt. Die landen zeggen, wij willen niet meer tegen Duitsland. En Duitsland helpt, zoals Vlaanderen, Wallonië helpt, maar alleen geconditioneerd. Ik was laatst bij een zitting van de Eurogroep. En dat was eigenlijk wel heel opvallend. Ik mocht daar zo bij zitten en niks zeggen natuurlijk. En daar was Dijsselbloem was voorzitter. En de Franse minister van Financiën, Moscovici, had een heel verhaal. Hij had een hele formule bedacht, zodat Duitsland toch op een of andere manier moest betalen. Daarna sprak Schäuble en dat was het einde van het verhaal. Dan kwam er nog de Nederlander om te zeggen dat hij eens was bij de Duitsers. Maar zei Schäuble, dat is goed, ik ga betalen? Nee, die zei, nee, we gaan niet betalen, want het zijn allemaal voorwaarden. En die voorwaarden zijn A, B, C en D. En toen verliet Moscovici de zaal. Het is heel duidelijk dat Duitsland dat zegt. Maar natuurlijk, de druk op Duitsland wordt heel hoog. En als je kijkt hoe onpopulair Duitsland nu is in Europa, is dat een probleem aan het worden. In Griekenland is het meest populaire spel in het Grieks parlement te berekenen hoeveel oorlogsschuld Duitsland nog heeft aan Griekenland. Een Italiaanse collega van mij die zei onlangs, ja, ik ga een anti-Duitse eurocampagne voeren, want dat is de enige manier om verkozen te worden in Italië. Dus we komen eigenlijk in het terrein waar we nooit wilden komen en die natuurlijk absoluut niet het idee waren van de eurozone. En Václav Klaus, de voormalige president van Tsjechië, zei in 2003 al, die euro wordt een drama. Het zorgt voor allerlei politieke spanningen en omdat het uiteindelijk zorgt voor een lage groeizone, een lage groei. En dat zie je nu gebeuren. De president van de Europese Centrale Bank, Draghi, heeft het over de combinatie van lage groei met hoge werkloosheid voor een langere tijd. Ja. En de vraag is, hoe lang kunnen die maatschappijen dat politiek nog volhouden? Of ontploffen zij politiek en moet er dan plotseling iets gebeuren? Dus we zijn nog lang niet uit de problemen wat dat betreft. Barbara Baarsma, reactie hierop? Ja, ik vind het allemaal nogal negatief en defatistisch. Ik zit daar iets anders in. Ja, het klopt dat de euro primair een politiek idee was en niet een economisch idee. En het klopt ook dat het niet perfect is en ook niet was. We zitten nu eenmaal in die euro. Eruit stappen is buitengewoon irrationeel, duur namelijk. En we moeten er dus het beste van maken. En is dat erg? Nee. Waarom niet? Omdat Europa iets moois is. Niet iets waar we zo op moeten mopperen. Waar we wel eerlijk over moeten zijn. Waar alle falens van Europa zitten. Maar tegelijkertijd moeten we ook onze zegeningen tellen. En het Europa van vroeger moeten we aanpassen in wat de huidige wereld van ons vraagt.
In de wereld zijn allemaal dingen bezig die een grotere schaal vragen. Buitenlandse politiek, mondialisering, immigratiestromen enzovoort. Het vraagt een grotere schaal. En ik denk dat we met elkaar in die grotere schaal veel beter kunnen opereren. En ja, het betekent ook dat we nu een herverdelingsoperatie hebben gehad waar niemand expliciet toestemming voor heeft gegeven. Dat duidt op een democratisch tekort. Daar moeten we echt iets aan doen. En we moeten ook zorgen dat het hele systeem, waar veel op gemopperd wordt, efficiënter wordt. Veel minder commissarissen. Het is niet meer zo dat elk land zijn eigen dingetje heeft. Het moet niet een politiek circus worden. Het moet een democratisch, efficiënt apparaat worden. Dat doet waar we samen sterk zijn. En waar het kan, moeten we het gewoon op nationaal niveau blijven houden. Dus we moeten ook dingen afstoten. Maar ik vind het te negatief om het alleen maar te zeggen, ja, dat gaat toch niet lukken. Het gaat niet lukken als we het proberen zoals we het 10 jaar geleden probeerden, zoals we het 20 jaar geleden proberen en zoals we het vanaf 1957 probeerden. We moeten het anders proberen, maar het kan lukken als we willen. Meneer De Wever wilde iets over zeggen. Ja, ik ben het daar mee eens. Ik ben ook niet defaitistisch. Het zal wel moeten. Ik denk dat die eenheidsmunt een beetje is als een omelet. Hè. Je hebt allemaal je eigen munt als een ei, maar op een gegeven moment maak je 1 munt. De eieren zijn gebroken. Vandaag zeggen we gaan die omelet terug in het ei lepelen en het ei terug dicht doen, dat lijkt me een heel moeilijke situatie. Als je dat morgen moet organiseren, ja, het noodfonds dat je gaat nodig hebben om de banken overeind te houden, de obligatiehouder gerust te stellen, als je zegt we gaan die euro opbreken, dat lijkt me ook geen sinecure te zijn, dus eenvoudig is dat niet. Maar, er is toch wel een grote maar. Als je naar het verleden gaat kijken, zie je ironisch genoeg dat die euro in het begin in het nadeel van Duitsland speelde. Duitsland had de hereniging, had heel veel kosten, heeft een decennium nodig gehad om dat te verteren. En had een monetair beleid vanuit de Europese Bank dat voor Duitsland eigenlijk veel te restrictief was. Veel te restrictief. Heeft het heel moeilijk gehad, heeft hartshervormingen doorgehad, lage loonpolitiek, heeft de tanden op elkaar gezet, is daar doorgekomen. Tegelijkertijd was dat voor de Zuiderslanden, was het monetair beleid veel te expansief. En hebben we daar allerlei bubbels volgeblazen, vastgoedbubbels, en gaan ze maar door. Eén cijfer, Spanje heeft haar sociale uitgaven met 167% laten stijgen in de periode van de euro tot de financiële crisis. 167%. Het gemiddelde in de Unie was 30%. Dus men heeft daar op de pof het in het zuiden. Gemiddelde? In Europa was 30%. Zij 167%. Over Griekenland wil ik zelfs niet spreken. Welke toestanden zich daar in die euforie hebben voorgedaan. Dus men heeft daar op de pof een welvaartsstaat gebouwd. En nu vraag ik mij af, het politiek leiderschap, dat is wat Dirk Jan naar verwijst, om eigenlijk te zeggen, we gaan naar een veel realistischer beleid moeten gaan ten opzichte van de economieën die eronder ligt, de kredietwaardigheid van de economie die eronder ligt, want die bel is gebarsten. Hè. De kredietwaardigheid is met de financiële crisis en de eurocrisis terug in het spel gekomen. De rentes zijn uit elkaar gevlogen. Om dat gat toe te rijden, ja, is er een politiek leiderschap nodig dat ik op dit moment in Zuid-Europa niet zie. Dus dat is eigenlijk de grote vraag. Van het noorden naar het zuiden, ja, de euro. En we hebben er voordeel van. En we moeten ermee doorgaan, maar dat vergt hervormingen. En wat is dan uw gevolgtrekking? U ziet dat niet, want u ziet het in Wallonië ook niet. Nee, zegt u, dit is een hele oude culturele kwestie. Dat is de grens in Europa is de grens tussen boter en olie, tussen bier en wijn. Die is heel erg oud, die loopt dwars door mijn land. En ik kan u zeggen dat ook cultuur op de achtergrond speelt hier wel een rol. Hè? Waar kan je je publieke opinie toe meeleiden? Ik zie dat Duitsland, dat Schröder, maar moet dan met een socialistische regering, dat het niet kan? Ja, wacht even. Hè? Schröder heeft met een socialistisch groene regering dingen gedaan, ja, die in mijn land, dat hou je niet voor mogelijk. Als je dat nog maar voorstelt, dan ben je de meest asociale, neoliberale en ga zo maar door. Elke keer als ik dan zeg, maar een rood-groene regering in Duitsland heeft het gedaan, dan kijkt men even naar het plafond. Hè? Dus dat is een culturele grens die het wel moeilijk maakt. En je komt op een gegeven moment tot dezelfde trade-off die de Belgische politiek beheerst. Dat is oftewel ga je hervormen, oftewel ga je splitsen. Daar komt het op neer. Dat is de essentie van waar de N-VA geworden is. En de Vlaamse publieke opinie, naarmate de crisis voortduurt en die welvaart echt bedreigd wordt, gaat meer en meer die zaak scherp stellen. Maar ik denk Europa dat wij in Europa, de komende jaren, zullen we die zaak ook heel scherp gesteld zien. Eigenlijk als je uw redenering in zijn consequentie volgt, zegt u eigenlijk, dit wordt een euro en een zero. Ik hoop dat dat niet het geval hoeft te zijn. Maar daar nee, zullen, maar uw uiteenzetting leidt constructie, de soliditeit die Europa nodig heeft met een onafhankelijk monetair beleid in de Europese Centrale Bank, geen bail-outs meer. Hè? Dus dat kan je 1 keer doen. Eigenlijk kon je dat zelfs niet 1 keer doen, maar we waren onvoorbereid. Ik weet niet, als we alles op voorhand had geweten, of we het nog zo hadden gedaan.
Dat weet ik niet. Goed, dus geen bail-outs en een budgettaire unie. Het zal oftewel zo zijn, oftewel gaat op een gegeven moment naar een democratische onmogelijkheid met volksopstanden in het zuiden en in het noorden een publieke opinie die daarmee toenemende mate zal op reageren. Maar ja, maar als het zo is, dan hoeft het misschien helemaal niet meer. Als wij moeten betalen en uitgescholden worden, dan hoeft het misschien op een gegeven moment niet meer. Dan kan je veel sneller zijn dan je denkt, maar ik ben wel plan A. Mijn voorkeursscenario is dat Europa doorgaat en dat de euro doorgaat. Alleen, mijn scepticisme is, ik zie het politiek leiderschap op dit moment eigenlijk niet. Ik zie in Zuid-Europa ja, heel veel populistische reacties, maar ik zie die eigenlijk bij ons ook wel. Hè. Wilders bij jullie, maar ook bij ons, hoor je toch wel de stemmen van de populistische reactie van goed, we gaan ons eigen potje wel koken, wat wellicht heel kortzichtig is. We hadden wel een mooie politicus uit Zuid-Europa gisteren in de krant, meneer Monti. Ah, ik dacht Verhofstadt. Nou, nee. Weer al. Het had gekund. Ze bestaan dus wel. En die zei, er zijn voor de komende tijd 3 grote uitdagingen. En die wil ik u allen even voorleggen om te horen of u die onderschrijft. We moeten de burgers erbij houden. We moeten Noord en Zuid bij elkaar houden. En we moeten zorgen dat Groot-Brittannië erbij blijft. Ja. Als die 3 dingen lukken, dan komen we een heel eind. Wat is uw reactie? Epic. Nee, oké. Okay. Nou, ik ben het volledig met Monti eens. Ik moet wel zeggen dat Monti niet zelf het bewijs is van politiek leiderschap dat de Italianen heeft kunnen overtuigen, want zijn regering was erg kortstondig. De Wever spreekt... Daar dacht hij zelf een slagje anders over, geloof ik. Nou, hij heeft de verkiezingen enorm verloren. Ja. En de Wever die zegt, er is geen politiek leiderschap uit het zuiden. Ja, er is wel een zeker politiek leiderschap, maar dat is tegen het huidige beleid. En we hebben meer tijd nodig om de structurele hervormingen door te voeren, maar dat gaat heel moeizaam. En mijn opmerking was, hebben die maatschappijen het geduld en kunnen die dat politiek ten einde voeren? En als dat niet zo is, heb je in die maatschappijen in Zuid-Europa grote moeilijkheden. Ik ben het dus wel met Monti eens. De burgers erbij houden, dat is heel moeilijk. Dat merken we nu. Noord en Zuid bij elkaar houden, we zien hoe moeilijk dat is. Er is namelijk een politieke kloof tussen Noord en Zuid. En de Fransen zullen zeggen, ja, we willen niet nog meer gaan bezuinigen, we moeten nog meer uitstel hebben. En de Duitsers moeten nu maar eens een keer opdraaien. En die moeten hun overschot op de handelsbalans moeten ze ter beschikking stellen. En het derde punt raakt mij zeer, omdat ik met de Britten in de fractie zit, met de Tories. Ja. En zeer aangenaam trouwens, veel gevoel voor humor en stijl. Maar of ze erbij blijven, ik weet het niet. Als ik zie hoe Nigel Farage appelleert aan de basic instincts of British society, dan heb ik het gevoel dat ook al zouden de hervormingen zijn, die in zekere mate conservatieven tevreden zouden stellen, dat die maatschappij zegt van we hoeven eigenlijk niet meer. We weten het nu wel. En als er zo'n referendum tenminste komt. Ik hoop het beste voor Nederland is het nationaal belang nummer 1, houdt Groot-Brittannië erbij. Anders zou het economisch liberalisme in Europa op het continent volledig marginaliseren. Tot Nederland, misschien wat Denemarken, Zweden en de Baltische Staten. En dat zou heel slecht zijn, want dan krijg je meer etatisme, Duits corporatisme. Dat moeten we niet hebben. Maar of het zal lukken om de Britten aan boord te houden, ik moet eerlijk zeggen, ik heb er een hard hoofd in. Arnoud Boot, hoe belangrijk is het dat de Britten aan boord blijven? Onvoorstelbaar belangrijk. De interne markt, hè, want door al de discussie over de euro zijn we bijna vergeten dat de interne markt misschien wel het belangrijkste is wat we gecreëerd hebben. En die had inderdaad niet absoluut een euro nodig. Dus in zoverre hebben we de interne markt door de euro geweldig onder druk gezet. En dat vereist, zoals de discussie hier aan tafel al verliep, dat we in omstandigheid zijn dat wij moeten zorgen dat zaken binnen de perken blijven vanaf nu. En dat zal ingewikkeld zijn, maar ik ben daar wat minder pessimistisch over. Althans op de korte termijn minder pessimistisch over. Toch even om die brug te maken. Griekenland, daar moeten we niet naar kijken. Dat moet natuurlijk op een bepaalde manier onder controle komen, Griekenland. Maar laten we Italië en Spanje niet gelijkstellen aan Griekenland. Griekenland, heb ik vaak van gezegd, is een beetje het museum van Europa. En daar hebben we altijd dezelfde problemen mee met musea. Die lopen altijd uit de pas. En dan moet je goed bestuur op een gegeven moment opzetten. Maar het is maar 2% van de eurozone. En het wordt kleiner, want de economische groei is natuurlijk, blijft buitengewoon laag. Dus het wordt een steeds kleiner onderdeel van de eurozone. Spanje, laten we wat duidelijker over zijn. Spanje is niet uit de bocht gevlogen door de overheid. Spanje is uit de bocht gevlogen doordat we het hele financiële systeem niet in de hand hadden.
Het financiële systeem, we zijn de bancaire crisis vergeten. De bancaire crisis, het financiële systeem heeft de euro opgeblazen. Spanje had, had geen overheidstekort. Het behoorde samen met Ierland tot landen met een surplus op de overheidsrekening. We zijn dat gewoon helemaal vergeten. Het is de kapitaalstromen geweest die Spanje binnenkwamen, die een bubbel gecreëerd hebben. Via het financieel systeem en zowel het financieel systeem in Ierland als Spanje opbliezen en de overheid moest het financieel systeem redden. Dus we zijn maatregelen aan het nemen die te maken hebben met de bankunie, die te maken hebben met macroprudentieel beleid om te voorkomen dat bubbels kunnen ontstaan. Dat zijn absolute noodzakelijke, dus absoluut onvoldoende, noodzakelijke voorwaarden om de euro in de toekomst bij elkaar te kunnen houden. Maar laten we niet zo geweldig negatief zijn, die extreme wijze op zuidelijke landen. Spanje is geen land waar de overheid de laatste tien jaar de overheid geld over de balk heeft gegooid. Het is de private sector geweest, via de bubbels. En dat is absoluut cruciaal. Meneer De Wever, wilt u hier even op reageren? Ja, we gaan terug naar Monti, hè, die het als academicus... Spanje. Monti zegt dat als academicus heel mooi, maar als politicus heeft hij ook niet echt dat politiek leiderschap kunnen opbrengen of waarmaken om die uitdagingen te doen. Houd de burgers erbij. Dat wordt een hele moeilijke. Noord en Zuid samenhouden, dat is net de opdracht. Spanje is de overheid niet ontspoord. Maar goed, ja, als je de weddens natuurlijk 30% sneller laat stijgen dan in Duitsland in de periode na de euro, dan vraag ik mij af of de politiek daar toch geen verantwoordelijkheid in draagt. Als je sociale uitgaven 167% laat stijgen, ja, dan ben je welvaartsstaat aan het maken op de pof, op een kunstmatig BBP, door vastgoedbubbels en financiële bubbels. Dat had men kunnen weten, dat had men kunnen zien. Hè. Dus schijnbaar, net als Ierland ging dan alles goed, maar het was op drijfzand gebouwd. Of de statenpolitiek daar geen verantwoordelijkheid voor draagt, ik wil daar toch kanttekeningen bij plaatsen. Noord en Zuid samenhouden is de opdracht. Het Franse model dat voor het zuiden van mijn land zo exemplarisch is, moet je toch weten, over een land spreekt dat in de 20e eeuw meer dan 10 keer heeft gedevalueerd. Meer dan 10 keer. En dat in mijn leven, ik ben ondertussen 43 jaar, nog nooit een begroting in evenwicht heeft voorgelegd. Nog nooit. Altijd een tekort. Dat heeft Nederland de laatste 25 jaar ook nauwelijks klaargespeeld. Dus, Dat weet ik niet of dat zo is. Ik denk dat jullie in jullie fundamentals nog redelijk gezond zitten. En deficit spending is niet verkeerd als je goede fundamentals hebt. Ik weet niet of dat Frankrijk op dit moment goede fundamentals heeft. Ik durf daar enigszins aan twijfelen. Tel dat eens op met een Duits model waar strak monetair beleid en begrotingsdiscipline toch wel ook wel tot de volksgeest en waar ook steun voor is. Ja, dat is geen eenvoudige. Dat kan je alleen als je een ander Europa concipieert. En dan kom ik opnieuw tot die vraag. Heb je daar het politiek leiderschap voor in Europa, dat er dan ook nog voor zorgt dat de burgers erbij blijven? Ik zie het vandaag onvoldoende, maar ik hoop het, hè, samen met de mensen rechts van mij, ik hoop het, dat we dat wel kunnen zien. De Britten, dat is nog een ander paar mouwen, die leven met hun gezicht naar de Atlantische Oceaan en hun achterwerk naar het continent. Dat is altijd zo geweest, dat zal niet onmiddellijk veranderen. En natuurlijk, vandaag halen die hun hart op, hè, met hun eigen monetair beleid, zien die de rentecrisis voor een groot deel aan zich voorbij gaan. Overtuig ze dan morgen maar eens dat meer Europese integratie, dat dat aan de orde is. Voor de Britten is de rekening snel gemaakt. Die willen gewoon een vrijhandelszone, Turkije erbij en geen politiek Europa. Om die overmorgen in de politieke constructie die Europa nodig heeft om eenheidsmunt te dragen, om die mee te krijgen, never. Dat wil ik heel duidelijk. Enfin, toch niet de Britten die ik ken. Ik kom er ook al eens af en toe. Hè. Derek Jan heeft me daar geïntroduceerd bij heel slechte vrienden. Maar je komt daar dan overal wel eens binnen. Ik heb ze niet gevonden. Hè. Ik vind ze niet bij Labour, ik vind ze niet bij de Tories. We hebben het nu over Cameron, misschien bij de Liberal Democrats, maar... Was dat Cameron? Of welke Cameron is geen slechte vriend. Hè? Ah. Is geen slechte vriend. Hè? En over de rest van Derek Jans foute vrienden gaan we het hier vanavond niet toch Barbara niet Baakman nog over. We hebben hier live gestreamd. Of, over deze drieslag van Monti. Ja, ik denk dat we het ook weer niet... Het is niet België alleen, het is niet Europa alleen. Ook binnen Nederland spelen hele grote herverdelingsdiscussies de komende tijd. Dat heeft te maken niet alleen met de crisis die we gehad hebben, maar ook met vergrijzing. En ja, herverdeling kan enorm remmend werken, kan het politieke proces enorm verlammen. Dat geldt dus op heel veel niveaus binnen Europa. Maar ik denk dat we met z'n allen, net zoals we in Nederland het pensioenstelsel moeten hervormen, de arbeidsmarkt, nou, enzovoort, de woningmarkt, moeten we dat in België vast weer anders
andere dingen. En op Europees niveau moeten we aanpakken wat we daar moeten aanpakken. Dat zijn precies de dingen die net is. De bankenunie. De grootste problemen die we nu door de eurocrisis hebben gezien, die moeten we daar echt aanpakken. En ik geloof dat daar is wel politiek leiderschap voor. Ja, natuurlijk, dat gaat niet in één keer. En de Duitsers en de Fransen staan daar tegenover elkaar. Maar je kunt ook de stappen zien die wel gemaakt worden in Zuid-Europa. En daar de hoop uit aan ontlenen. Dat op een goed moment we wel zo'n begrotingsunie kunnen hebben. En daar moeten we dan tegelijkertijd wel eerlijk over zijn. Dat betekent veel meer dan een begrotingsunie. Want het betekent ook dat we bijvoorbeeld met z'n allen één pensioengerechtigde leeftijd hebben. Want het kan niet zo zijn dat je bijvoorbeeld in Spanje op je 54ste met pensioen gaat en wij hier op ons 67ste. Dat zou de solidariteit te veel op het spel zetten. Dus een begrotingsunie, moet je eerlijk over zijn, betekent als vanzelf dat er ook heel veel sociaal-economische arrangementen steeds meer op elkaar gaan lijken. De manier waarop je het invult, moet je lekker aan die landen laten. Maar bepaalde niveaus zullen wel, dat hangt samen met een begrotingsunie, op Europees niveau worden vastgesteld. En ik wat mij betreft is dat goed. Ik hoor wat gebrom bij Dirk-Jan Epping en ik zie gefrons bij Martin Reven. Laten we met de fronsen beginnen. In een begrotingsunie zie ik geen eenheid in de sociale zekerheid. Die moet je aan elk land laten. Ook het fiscaal prerogatief moet je aan elk land houden. Ik ben niet een voorstander van eurobonds Europese belastingen. Begrotingsunie betekent eigenlijk dat je convergentiecriteria hebt die je dwingend kan handhaven hoe ieder land daaraan voldoet. Daar zou ik niet in ingrijpen. Dat lijkt mij een Europese droom waar Europa helemaal niet klaar voor is. Want uiteindelijk, het blijft een optelsom van democratieën. En je kan veel van bovenaf beslissen, maar je kan niet één democratie maken van bovenaf. Dat kan je in mijn land leren. Dat kan je niet. Je kan niet morgen zeggen, we zijn terug één democratie en de burgers zijn op elkaar betrokken. En we kunnen impliciet solidariteit organiseren en één sociaal systeem. Als je die Europese droom morgen legt, dan denk ik dat we naar de afgrond gaan. Enfin, dan denk ik dat Europa eerder uit elkaar zal vallen dan dat we daar gaan aankomen. Ja, ik hoef alleen maar het woord pensioenen te gebruiken. Pensioen. En als je dan een begrotingsunie hebt, dan leg je een aantal criteria op aan de lidstaten. En we zien in Frankrijk dat Frankrijk nu twee keer de doeleinden niet haalt en steeds vraagt om uitstel. En nu voor de derde keer gaat vragen om uitstel. Kijk, Frankrijk heeft bij het aantreden van Hollande de pensioensgerechtigde leeftijd verlaagd van 62 naar 60. In Nederland, als ik het goed heb, van 65 naar 66 of 67. Enfin, de trend is, in Frankrijk was het minder, in Nederland was het meer. En natuurlijk, als je dat gaat doen, worden op een gegeven moment die pensioenen niet betaalbaar. Zeker als ze uit de gemeenschappelijke pot moeten komen, zoals in Frankrijk. En dan haal je die begrotingsdoeleinden niet. En dan zeg je tegen Brussel, ik moet uitstel hebben. Of we moeten een nieuwe kapitaalsinjectie hebben. De ECB moet maar eens meer geld gaan bijdrukken. We moeten een nieuwe ronde hebben van de ECB die geld geeft aan banken of wat dan ook. Je komt altijd uiteindelijk terecht bij een onbetaalde rekening die door iemand betaald moet worden. En als je dus je sociale arrangementen in je eigen land gaat afschuiven op het gemeenschappelijke Europese, en ik had het al over de demos, er is een groot verschil tussen hoe Finnen, Grieken en Italianen of Denen denken over hoe de zaken aangepakt moeten worden. Als die demos er niet is, moet je heel voorzichtig zijn met het creëren van arrangementen waar een ander uit een gegeven moment moet voor betalen, want dan ben je bezig met een ontbindingsmiddel toe te dienen. En daarom vind ik dat elk land, als je in de euro zit, moet je je houden aan de regels van de begrotingsunie, want uiteindelijk is dat het enige dat de landen bijeenhoudt. Okay. En gaan leven op de kap van de ander zal niet lukken en we zien het aan België. Ja. Voordat we zo naar de zaal gaan voor vragen, wou ik nog twee of drie vragen aan Bart de Wever stellen, die Remco beloofd heeft in zijn intro. De eerste vraag is, de vorige keer duurde de formatie in België 541 dagen na de vorige federale verkiezingen. Dat was een wereldrecord en dat was voordien in handen van Nederland, maar is overgenomen door onze zuidenburen. Nou ziet het er naar uit dat de N-VA van Bart de Wever de volgende keer de grootste partij gaat worden. Hoe denkt u te voorkomen dat het weer zo lang duurt? Ja, dat wereldrecord, dat konden we niet aan jullie laten. Hè. Dat is duidelijk dat we dat moesten breken, maar nu dat we dat gedaan hebben, zoeken we dat anders aan te pakken. Wel, mijn persoonlijke hoop, want mijn lot ligt in handen van de kiezer en zo hoort het in een democratie, is dat wij een regering kunnen maken zonder de Partij Socialist. Zij hebben eigenlijk de deur opengezet. Als men een regering kan maken zonder Vlaamse meerderheid, dan kan het omgekeerd zeker. En als er
Theater centrumrechts hebben we een ruime meerderheid in België. Al is het maar omdat Vlaanderen massief centrumrechts stemt. Ik zou die graag willen gebruiken de komende 5 jaar. En als dat kan, dan kan die regeringsformatie buitengewoon snel gaan. Maar eerst moet de kiezer het wel mogelijk maken. En de million dollar question, zitten wij hier met de toekomstige premier van België aan tafel? Wel, de beste premier van België is de premier die mijn programma uitvoert. Maar nog even voor de duidelijkheid, die ga ik zoeken. Als je in Nederland de verkiezingen wint, als leider van een partij, dan word je automatisch eigenlijk ook... Ja, maar jullie zijn een heel eenvoudig land. Je beseft je eigen luxe niet, hè? Met alle complexiteit die Nederland heeft, ook een complexe geschiedenis. Jullie zijn altijd één democratie. Dat is eenvoudig spel met partijen die overal opkomen, die herkenbaar zijn voor elke Nederlander in hun aanbod. Oké, het is gebalkaniseerd. En wat enorm opvalt is de volatiliteit van het kiezerskorps. Het gaat hier van links naar rechts. Je krijgt er duizelingen van, je kan het nauwelijks volgen. Maar blijft wel één democratie. Die optelsom van twee democratieën, de subtiliteit die je daarvoor nodig hebt, dat is iets wat jullie niet kennen. Maar dat is de beste premier is degene die mijn programma uitvoert. Maar dat bent u toch zelf? In België is ongeveer het allerergste dat je kan overkomen, is de verkiezingen winnen. Het tweede ergste dat je kan overkomen is dan premier worden. De Westraad 16... De huisnummer 16 is een indicatie van het percent dat je nog zal halen als je naar buiten komt. De meesten hebben minder als ze eruit komen, omdat je gewoon grapbraakt wordt, omdat je de veruitwendiging bent van een optelsom, wat bij uitstek aan de Vlaamse kiezer niet voldoet. Je moet het maar eens aan meneer Verhofstadt vragen, schrijft burgermanifesten, Vlaanderen is enthousiast, zijn partij groeit, hij gaat in de 16, de VLD, zijn partij staat nu in de peiling op 12-13%. Daarnaast is er een kartel gekomen, dat ging los over de 30%. De kopman van dat kartel, meneer Le Terme, is dan premier geworden. Gevolg, er was geen kartel meer en zijn partij staat nu in de peiling op 17%. Als u mij nu vraagt wie moet de volgende premier worden, wie moet er in de 16 gaan zitten, dan zeg ik u, degene die mijn programma gaat uitvoeren. Maar zou je dat zelf kunnen zijn? Dat hangt van het mandaat van de kiezer af, uiteindelijk. Maar bent u aanvaardbaar voor de Walen? Nee. Bent u, precies, bent u... Maar net daarom zou het misschien een heel goed idee zijn. Om het wel te proberen. Ja. Alleszins... U gaat me niet verleiden tot zeer gevaarlijke uitspraken. Dit wordt gelivestreamd. Je moet het bij ons tactisch durven spelen. En tactisch kunnen spelen. En dat is een heel ander spel dan het spel bij jullie. Maar iemand die de bal bij elkaar houdt, ligt niet voor de hand met het programma waarmee u de verkiezingen ingaat. De bal bij elkaar houden ligt sowieso niet voor de hand als het noorden van je land zegt we willen naar de Noord-Europese weg en het zuiden van het land zegt we willen op de Zuid-Europese weg. Ja, dan kunt u toch dat is een structureel probleem, dat heeft nu eens niks met mij te maken. Ik ben misschien de veruitwendiging electoraal dat dat probleem zo pertinent is, maar ik heb dat echt niet uitgevonden. Nee, maar dan kunt u het toch beter zelf doen. Wel, in een bepaalde constellatie is dat mogelijk, ja. Oké. Dat zullen we zien. Dank u wel. We gaan naar de vraag uit de zaal. Wie? En dan wachten we even tot er een microfoon bij u komt. Die meneer hier. Ja. Ja, ik zal heel even opstaan. Een vraagje aan meneer De Wever. U zegt, wij zijn twee volken gescheiden door dezelfde taal. De geschiedenis is wat ze is, dat is zo. Maar u haalt ook heel vaak Nederland aan als het model om te volgen. Hè? Het vrijere model economisch, wat meer naar het nodige kant. Wie zegt dat dat in de toekomst niet kan veranderen en dat wij naar elkaar toe kunnen groeien? Hè? U bent nu hier. Dat is denk ik een goed voorbeeld dat u toch goed met ons kunt communiceren. Waarom zou dat in de toekomst, als uw model er is, alle bevoegdheden bij Vlaanderen liggen in uw confederalisme, dat u niet meer samen kan werken bijvoorbeeld op het gebied van havens, of het gebied van wat Chris Peters en Mark Rutte nu al doen, vertegenwoordiging naar het buitenland. Ik zie daar een mogelijke toekomst. Ja, dank u wel. Mooie ambities. Ja, als je natuurlijk morgen in Vlaanderen spreekt over de heel Nederlandse gedachte, dan heb je overmorgen is je carrière voorbij. Zo eenvoudig is dat. We slepen wel uit die gescheiden ontwikkeling een paar trauma's mee. Het arm Vlaanderen, dat op zichzelf dan teruggeworpen was, cultureel heel moeilijk. Terwijl het zuiden dan naar zijn gouden eeuw is gegaan, naar de eerste splitsing van de Nederlanden. En daarna hebben jullie nog eens een tweede splitsing erbovenop gedaan. Dat laat in het collectief bewustzijn wel zijn sporen na. Bovendien heb ik vastgesteld, want ik heb hier jarenlang gewerkt in Nederland, dat alle oppervlakkige gelijkenissen toch wel heel fundamentele verschillen verbergen. En dat het inderdaad gemakkelijk is om met elkaar te communiceren, maar dat het niet zo evident is elkaar echt te begrijpen. Ik wil dat zeggen dat ik dat niet mogelijk acht. Ik acht dat wel degelijk mogelijk, maar ik zou iedereen aanbevelen die dat echt wil, om zich te focussen op concrete convergenties. Als je zegt de havens, wel, we zijn nu met Rotterdam in een moeizaam proces van samenwerking. Ik ga hopelijk nu in juni een samenwerkingsakkoord tussen mijn stad, Antwerpen, de tweede haven van Europa, en Rotterdam, de eerste haven van Europa, sluiten.
En dus kijken, waar zit de win-win? Ik zou in onderwijs proberen steen voor steen één onderwijslandschap op te bouwen. Niet eenvoudig, maar ik denk dat dat moet kunnen. Ik denk dat er cultureel ook wel wat samenwerking mogelijk is. En ik denk als je voldoende dingen in de steiger stelt, dan kan je daar op een gegeven moment iets moois uitbouwen. Maar dat moet je wel eerst doen. Als je eerst van de grote gedachten vertrekt en zegt we zijn op weg naar convergentie, dan denk ik dat je politiek uitgespeeld bent. Dus het zal een proces van 400 jaar om dat om te keren in iets dat toch meer naar win-win is. 20 miljoen Nederlandstaligen in Europa. We zouden, ik geloof, de zesde economie van de wereld zijn in BBP samen. Ja, er zit wel muziek in. Maar daar moet je de partituur zeer voorzichtig van schrijven. Maar ik ben daar wel in geïnteresseerd. Sta me toe om eerst mijn eigen probleempjes op te lossen. Dan kan ik overmorgen mij daarop focussen. Ik zou nu liever willen dat mij met positieve zaken bezig te houden, want veel van de emotie waarmee België nu omgeven is, is inderdaad een negatieve emotie en is in het buitenland zeer moeilijk uit te leggen. Wij zijn altijd de bad guy, spijtig genoeg. Een andere vraag. Vooraan hier. Ik krijg alle vragen. Goedendag, ik ben Timothy Abraham, student politicologie hier aan de Universiteit van Amsterdam. Zoals u kunt horen ook Vlaming, politiek vluchteling, zoals men zou kunnen zeggen. Mijn vraag was een beetje verder opbouwend, ook gericht aan meneer De Wever. Het confederaal model dat jullie aanhouden, is dat een typisch Belgisch model? Met andere woorden, is de eindfase van het confederaal model iets dat enkel toepasbaar is op Vlaanderen en Wallonië? Of zou die evengoed toepasbaar zijn op Vlaanderen, Nederland, etc.? Ik kan uit uw vraag niet afleiden waarvoor u precies gevlucht bent, politiek. Maar ik zal proberen te antwoorden. Het zal een model zijn, sui generis sowieso. Sui generis, eigen aan de staat waarvoor het geconcipieerd wordt, omdat ook het federalisme in België sui generis is. Het is anders dan succesvolle federaties, Duitsland, Verenigde Staten, om de simpele reden dat die zijn opgebouwd vanuit onafhankelijke landen die zijn gaan samenwerken. Af en toe een burgeroorlog daartussen, maar uiteindelijk is dat de logica, een opbouw. En als je gaat opbouwen van nul, dan ga je natuurlijk de logische samenwerking concipiëren en met een blauwdruk uitwerken. Wij gaan de omgekeerde weg. Wij waren een unitair land en eigenlijk een goed geconcipieerde Latijnse natiestaat in de 19e eeuw. We zijn uit elkaar gevallen. Dat is het omgekeerde proces. Bij ons is de federalisering geen oplossing naar een drang tot samenwerking, maar net het omgekeerde, naar de drang tot scheiding, die men dan is gaan organiseren met het federalisme, waardoor het zeer ingewikkeld is, helemaal niet goed geconcipeerd is, inefficiënt is. Niemand begrijpt het Belgisch federalisme. Niemand begrijpt het Belgisch federalisme. Ik kan u terroriseren, ja, u sowieso. Maar in het Belgisch parlement kan ik een vragenlijst van 50 vragen opstellen over het Belgisch federalisme, waar iedereen op buist. Mijn oude professor staatsrecht zei, ik kan u een examen geven, federalisme, hoe hard u ook studeert, u zal buizen. Ik zal zelf als professor daarop buizen. Zo ingewikkeld is het gemaakt. Het is sui generis. Dus als je naar een confederaal model gaat, ga je natuurlijk elementen van Zwitserland daar wel in vinden. Je gaat de financiehuisgelijk van Duitsland voor een groot stuk kopiëren, maar het zal sui generis zijn. Het zal een eigen model zijn. Het is een heel eigensoortig land. Ik ken er zo geen tweede op de wereld. Het Verenigd Koninkrijk gaat een stukje die richting uit, Spanje gaat een stukje die richting uit, van eenheidsstaten die zich dreigen via federalisme. Okay. Ik denk niet ontbinden, maar naar een autonomie te gaan. Maar België is het enige land, bij mij weet de democratische wereld, dat volledig ontdubbeld is door de feiten. Kinderen geen tweede. Nog een vraag. Wie heeft belangstelling? Daarachter, ja. Even. Ik hou hem even vast. Dan blijven we lekker samen. Toen ik 3 dagen geleden in de krant las, in de Volkskrant, dat u hier aanwezig zou zijn, meneer De Wever, begon bij de oorlog. Ik moet eerlijk zeggen, ik moet een stapje terugzetten. Respect. Het is wel zo dat we een korte vraag stellen. Ja, een vraag stellen. Oké. Okay. Ja. Als u zegt dat België geen boeiend land is, nou, dan vergist u zich. België is een ontzettend boeiend land. Ik ben Belg. En ik ben trots dat ik Belg ben. Ik ben als Belg geboren en ik hoop dat ik over 20 jaar, 25 jaar als Belg zal doodgaan. Wat ik wou zeggen, is het niet een beetje de schuld van de politiek, want dat merk ik als ik naar Brussel terug ga, want de jeugd is het zat. Er zijn geruchten nu om het onderwijs in Brussel gewoon tweetalig te maken. Is het niet een beetje... De vraag stellen. De vraag stellen is... Is het niet de schuld van de politiek? Want u heeft het over 2 democratieën. Ik ben nog steeds Belg. En Belg voor mij is 1 democratie. Okay. Ik schaam me als... Sorry. Dank u, dat is een duidelijke vraag.
Een meneer die zich schaamt en die wil dat België blijft. Hij heeft in het begin gezegd dat ik minder erg was dan hij dacht. Dat, is, okay. Dat overkomt me wel eens vaker. Dan is dat genoteerd. Ja. Als je eerst met Rita Verdonk wordt vergeleken, dan heb je natuurlijk marge om, om die, te scoren. Die is ook veel minder erg. Dan heb je marge om te scoren. Ja. Ja. Is het de schuld van de politiek? Nee, uiteraard niet. Politiek is maar een veruitwindiging van de onderliggende samenleving. Moest die problematiek niet bestaan, dan zou ik 0 stemmen halen. Dan zou wellicht mijn partij niet bestaan en zou ik ook nuttiger dingen doen. Is België als natiestaat niet te redden? Ironisch genoeg denk ik dat dat lange tijd wel het geval is geweest. Wat u zegt, die tweetaligheid, dat is ironisch genoeg. Het oorspronkelijke programma van de Vlaamse beweging was niet om een Vlaamse staat of deelstaat of een Vlaamse eigenheid te creëren, maar een ander soort België. Dus als Conscience zijn boek schreef, De Leeuw van Vlaanderen, ik weet niet of dat bekend is. Ja, zeker toch? Wel, op onze zeker wel. Zeker wel. Dat, is zo een beetje, dat ziet men als het startschot van de Vlaamse beweging. Ironisch genoeg, Conscience was een Franstalige die eigenlijk vroeg aan de Franstalige elite: heb toch enige aandacht voor die Germaanse component in uw land? Maak een tweeledig land met algemene tweetaligheid. En ik denk dat men tot en met de jaren 1950 alle kansen heeft gehad om België één te houden, maar dat men die echt naar de bliksem heeft geholpen door nooit die hervormingen door te voeren en dat Vlaanderen eigenlijk van de weerom stuit een subnatie en dan een tegennatie is geworden. En als u zegt, voor mij is er één democratie, ik respecteer dat u dat wenst, dat het uw overtuiging is, daar heb ik het volste respect voor. Echt het volste respect. En dat u misschien terug die Belgische identiteit wilt. Maar ze bestaat in de feiten niet meer. Er is echt geen Belgische democratie. Noem mij een Belgische partij. Als u ergens gaat stemmen, zal u op een Vlaamse of een Franstalige partij stemmen. Nochtans kunnen alle Franstalige partijen in Vlaanderen lijsten neerleggen. En alle Vlaamse partijen in Wallonië. Ze doen het alleen niet. Ze doen het alleen niet. Omdat nu die samenlevingen eenmaal gescheiden zijn. En je kan dat heel jammer vinden en dat respecteer ik. Maar in objectieve termen is België als natiestaat bijna volledig uitgekleed. De enige vraag die ik stel is, geef dat dan ook de gepaste structuren aan als dat de feiten zijn. Okay. Maar daar hoef je het uiteraard niet mee eens te zijn. Ik heb de beurt nog beloofd aan de meneer op de derde rij hier. Er komt de microfoon naar u toe. Dat is de laatste. Ja, nou, allereerst ben blij te horen van het aanstaande akkoord tussen Rotterdam en Antwerpen voor wat betreft de haven. Anders zouden we even misschien schrikken van mijn Rotterdamse accent. Mijn vraag gaat over iets anders. De Wever zegt dat wanneer België uiteen zou vallen, dat er een aantal van die taken niet verdeeld, maar naar Europa zouden moeten. Tegelijkertijd zegt hij ook dat transfer niet kan gaan zonder democratische legitimering. Hoe ziet hij de democratische legitimering dan van Europa? Helder. Ja, dank u. Bevoegdheden naar Europa versus in eigen hand houden. Voor mij is daar een heel simpele, enfin, het is nooit simpel, maar het principe zou simpel moeten zijn. Dat is de heterogeniteitskost versus het schaalvoordeel. Dus als het schaalvoordeel pertinenter is dan de heterogeniteitskost, dan moet je het naar Europa brengen. Dat het levert meer op om het samen te doen, ook al moet je een akkoord maken met andere democratieën. Maar de vraag ging meer over de democratische legitimatie. Zijn deze verkiezingen bijvoorbeeld een legitimatie? Daar kom ik nu net toe. Ja. Ik heb gezegd, transfers zijn bijzonder legitiem impliciet binnen één democratie. Maar vanaf dat je via een verdrag bevoegdheden overdraagt, zoals een begrotingsunie, zal je zeer expliciet moeten vastleggen op welke voorwaarden je expliciete transfers gaat organiseren. En eigenlijk zaten die in het verdrag van Maastricht. Men respecteert ze alleen niet. En daardoor komt Europa in de problemen. En ook het Europees project in de problemen. Dus ik heb geen enkel probleem met het transfer van geld binnen één democratie. Lijkt me dat perfect logisch en gezond. Dat heet solidariteit. En daartoe zijn we gebonden in één democratische gemeenschap, die we ook kunnen corrigeren als kiezer. Overstijgt dat onze democratische gemeenschap op Belgisch niveau of op Europees niveau, dan zal je daar verdragen over moeten sluiten waarin je zeer strak de spelregels bepaalt. En als je daar fouten in maakt, ja, dan ga je vroeg of laat in de muur. En daar is Europa nu wel in terechtgekomen. Hoe fiets je daar dan door? Samen met de rechterzijde hier hoop ik, of jullie linkerzijde, dat dat naar een sterker Europa zal zijn. Alleen vergt dat wel op politiek leiderschap dat ik op dit moment in Europa nog niet ontwaar. Maar misschien moet het slechter gaan voor het beter wordt. In mijn land is dat alleszins zo. Het moet altijd slechter gaan voor het beter gaat. En nu gaat het wel slecht. En in hoeverre zijn deze verkiezingen dan die legitimatie? Wel, die zijn in die zin een legitimatie dat je zelden of nooit in de politieke geschiedenis van het laatste twee decennia een zo klare keuze hebt gehad. Dus mijn land of mijn democratie wordt met de minderheid bestuurd. De meerderheid van de Vlamingen steunt de regering die nu bestuurt niet. Daarop komt nu op 25 mei het bilan. En dan komt de vraag, was dit gepermitteerd? Kan men daarmee verder gaan of niet? Als dat niet zo is,
ja, dan is die democratische legitimatie totaal afwezig. En gaan we naar hervormingen moeten gaan. Als dat wel zo is, ja, dan ben ik eraan voor de moeite. Zo eenvoudig is het. Die keuze is bijzonder klaar. Oké, dank u wel. We hebben het, ik zal niet zeggen het lekkerste voor het laatst bewaard, maar nog wel iets heel moois. En dat is een column van oud-eurocommissaris Frits Bolkestein. Meneer Bolkestein, als u op het podium zou willen komen, dan hoop ik niet wat er gebeurt wat Gerard Reve altijd zei. Als ik de dag sluit, dan gaat hij nooit meer open. U gaat ons vast heel vrolijk de avond in helpen. Het woord is aan Frits Bolkestein. Graag een applaus. Dames en heren, ik houd het kort. De economische en monetaire unie is mislukt. Dat is omdat de basis ervan niet deugt. Die basis bestaat uit het beginsel one size fits all, om het in het Engels te zeggen. Dit beginsel veronachtzaamt het verschil in economische cultuur tussen het noorden en het mediterrane Europa. De euro was een slaappil die mediterrane landen toegang gaf tot leningen met een kunstmatig lage rente. Het gevolg was een dolce far niente, zonder aandacht voor de eigen concurrentiekracht. Een zeer grote schuldenberg was het resultaat. Het antwoord op deze crisis is bezuinigen, met dramatische gevolgen voor de sociale omstandigheden in de periferie. Het is overigens de vraag of bezuinigen in een tijd van crisis die ten dele contraproductief is. Hoe dan ook, we zullen moeten afscheid nemen van het beginsel one size fits all. Het is meer one size fits none. Met andere woorden, er moet een onderscheid komen tussen het noorden en het mediterrane deel van Europa. Want dat komt overeen met de werkelijkheid. De vraag is hoe. Eerder deze week bracht Jens Weidmann, president van de Bundesbank, een bezoek aan Amsterdam. En had hij een openbare discussie met Klaas Knot, president van onze eigen centrale bank. Toen het publiek de kans kreeg, heb ik de gedachte geopperd. Dat de mediterrane landen de gelegenheid zouden moeten krijgen een tijd buiten de muntunie te verblijven, met de garantie. Oh, u bent mijn vriend. Althans, vriendin. De gedachte dat de mediterrane landen de gelegenheid zouden moeten krijgen een tijd buiten de muntunie te verblijven, met de garantie dat ze zouden mogen terugkeren zodra ze hun munt hadden gedevalueerd en ook overigens hun economie zouden hebben gestructureerd. Ik noemde dat toen een vakantie van de euro. Geen van beide bankpresidenten zag daar brood in. Klaas Knot zei dat zodra de financiële markten zouden ruiken dat een lidstaat de muntunie zou verlaten, zij dat land onmiddellijk zouden aanvallen. Misschien is dat dan wel nodig, dacht ik toen. Wij kunnen niet eindeloos doorgaan met een onwerkelijke toestand. Wel is het natuurlijk zo dat wanneer een land zijn munt devalueert, de terugbetaling van zijn buitenlandse schuld eens zo moeilijk wordt. Misschien is het daarom een beter idee de perifere landen in de muntunie te laten, terwijl de lidstaten met de krachtigere economieën, Duitsland, Oostenrijk, Nederland en vooral Finland, waar men de eigen bankbiljetten al 2 jaar klaar heeft staan, Duitsland, Oostenrijk, Nederland, Finland. Misschien is het dan beter
om de lidstaten met de krachtigere economieën het heenkomen te laten zoeken naar een gerevalueerde munt. Dat betekent natuurlijk een nadeel voor het exporterende bedrijfsleven, zoals daarnet ook al opgemerkt. Maar de lopende rekeningen van Duitsland en Nederland zijn zo hard dat ze vele stoten kunnen velen. Maar dan moet Duitsland dat wel willen. Wil Duitsland het niet, en daar ziet het voor het ogenblik naar uit, wil Duitsland het niet, blijven wij doormodderen op een doodlopende weg. Volgens het verdrag van Lissabon kunnen lidstaten de Europese Unie verlaten, maar klaarblijkelijk niet de Europese muntunie. Die situatie doet denken aan Sartre's huis clos. Drie mensen zitten voor eeuwig opgesloten in een doos. L'enfer, c'est les autres. Dank u voor uw aandacht. Dames en heren, het is 5:30. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit programma. Er waren nog vingers, zag ik. Als u nog vragen hebt, moet u in de informele setting na afloop proberen te stellen. Wij danken onze gasten voor de bijdrage aan de discussie. We danken vooral ook meneer Bolkestein voor zijn column en Tom van der Maas voor zijn organisatie Achter de Schermen. Veel dank daarvoor. We zijn er volgende maand weer, op 25 mei. En dan stellen we ons de vraag, houden we nog van Latijns-Amerika? Omdat we deze zomer natuurlijk heel veel naar Brazilië gaan kijken. Weer een heel ander onderwerp. We hopen u dan wederom te mogen begroeten. En veel dank voor uw komst. Tot ziens.